Ik hier om met u te spreken over de gezondheidszorg, de kwesties die daar spelen. Roos Wouters die is hier en die zal straks de aftrap verrichten met een column. Maar misschien is het wel leuk om even te vertellen, voor zover u dat interesseert, dat we in deze vorm dit de laatste keer is dat we het op doen, zo'n panelgesprek. We gaan volgend jaar door en ook op deze plek, maar op een andere tijd en ook in een andere format. We zullen gaan naar de donderdag aan het begin van de avond. Zo een beetje vanaf 6:30 of zo. Koopavond. En ik denk dat dat een mooie moment is. Nou, eens even kijken hoe dat gaat. En de setting wordt ook anders. Het wordt een politiek café. De bibliotheek gaat dit herinrichten. En we gaan eens kijken of we dat niet nog wat ontspannender en wat laagdrempeliger kunnen maken. Want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken en nou, dat is een poging van ons samen met de bibliotheek om dat op die manier te doen. Dan weet u dat alvast. U bent natuurlijk hartelijk welkom. Er is ook nog een debat op 26 november op dinsdagavond bij ProDemos in huis. En dat gaat over Europa en de landbouwpolitiek. En ze hadden een mooie titel bedacht voor het debat. Hoe was het ook alweer? De Brusselse stoofpot. Hoe wordt het eten bereid? Nou ja, dat gaat dan over landbouwbeleid, maar ook de grenzen van Europa en ontwikkelingssamenwerking, dat soort thema's. Dus als u daarin geïnteresseerd bent, 26 november, dinsdag 26 november, 's avonds. Nou, ik moest even de tijd vol praten, want jij moest je column nog downloaden en dat is inmiddels gelukt. Roos. Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Roos Wouters. Dit zal dus mijn laatste debat zijn. En ook tevens de laatste column die ik hiervoor zal dragen. En ik zal jullie vertellen dat deze column kostte mij zelf nogal wat moeite om te schrijven. Want gezondheidszorg, je eigen zorg, wat vind ik daar eigenlijk van? En ik betrapte mijzelf op niet zulke mooie gedachten. Het duurt dus lang voordat ik het lef heb om dit op te schrijven. Vooral omdat ik er zelf van schrik. Hier komt het. Ik vind iemand zielig die rokend in een auto naar de voedselbank rijdt. En dan bedoel ik niet dat ik medelijden met zo iemand heb. Ik bedoel dat ik niet weet waarom ik voor zo iemand zou moeten betalen. Ik weet wel dat gezond eten duurder is dan troep. Ik weet ook dat hoger opgeleiden het makkelijker hebben om gezond te leven. En toch merk ik ook dat mijn mededogen een grens heeft bereikt. Roken is slecht en duur. Ik heb het jaren gedaan, ik weet er alles van. Maar toen ik moest kiezen tussen mijn kinderen en mijn verslaving, koos ik voor mijn kinderen. Dat was, hoe gek dat ook mag klinken, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want het is een bizarre verslaving. En toch, kom je rokend en rijdend, wat ik helaas vaak zie, en als pure luxe beschouw, naar een voedselbank, dan heb je wat mij betreft nog steeds genoeg geld om de verkeerde beslissingen te nemen. En daar wens ik niet aan bij te dragen. Begrijp me niet verkeerd. Ik kijk met walging naar het politieke spel in Amerika, waar de Republikeinen hun land onlangs liever stillegden dan bij te dragen aan de gezondheid, zorg van hun landgenoten. Ik draag me trots bij aan de gezondheidszorg van anderen. Maar het in stand houden van een verzorgingsstaat vraagt ook om een bevolking die zich in eerste instantie zelf verantwoordelijk toont. Dat mag de overheid wat mij betreft ook van ons vragen. Ik hanteer de regel. Betaal voor 3 cursussen stoppen met roken. Maar lukt het je dan toch nog niet? Draag dan de verantwoordelijkheid voor je gezondheid, maar goed deels zelf. Ik hanteer de regel, doe voor anderen wat je ook voor je eigen kinderen zou doen. Mocht mijn zoon gaan roken, dan stop ik met het geven van zakgeld. Voor het in stand houden van zo'n slechte gewoonte, moet hij maar lekker zelf gaan werken. Wil hij stoppen en lukt dat hem niet op eigen kracht, dan trek ik alles uit de kast om hem te helpen. Dat vertaalt zich naar het volgende. Help anderen zichzelf te helpen. Maar stop met het belonen van mensen die de eigen verantwoordelijkheid op het bordje van de samenleving schuiven. Roos die betrapt zich op rechtse gedachten en dat is ze van huis uit helemaal niet gewend. Dus daar schrikt ze dan van.
Ik ben benieuwd of u daar ook van schrikt. Misschien valt het mee. We zullen het er vanmiddag over hebben. Ik ga de mensen achter de tafel even aan u voorstellen. En misschien kunnen ze zelf ook nog even iets over zichzelf vertellen. En ook een eerste reactie vragen op de column. Er zitten twee Kamerleden achter de tafel. Mensen met een verschillende politieke oriëntatie. Okje Tellegen is lid van de VVD-fractie. Vertel even iets over je eigen betrokkenheid bij het thema. En wat vind je van de opvattingen van Roos? Als ik je column lees, dan kan ik me je worsteling voorstellen. Het gaat hier natuurlijk om de solidariteit in de zorg. En de solidariteit die de basis is van ons zorgstelsel. Ik kan daar zo nog iets meer over vertellen. Ik heb dat aan de lijve ondervonden hoe mooi ons stelsel is toen ons derde kind 3 maanden te vroeg werd geboren en wij in het buitenland woonden. En in tegenstelling tot de situatie in Nederland waarbij een hoop mensen niet zien wat de zorg kost, zagen wij dat wel na 3 maanden intensive care in Berlijn. En dan gaat het je dagen hoe mooi ons systeem in elkaar steekt. Maar dat er grenzen zijn aan dat systeem, daar moeten we het vanmiddag ook maar over hebben. En ik weet niet of dat per se rechts te noemen is als je zegt dat je een individu aanspreekt op zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ben Kamerlid voor de VVD, ik ben woordvoerder zorg, maar voor een klein deel, dat is een luxe met 41 zetels, dan splits je die onderwerpen vaak op. Ik doe medische ethiek en andere onderwerpen waar ik me mee bezig hou zijn de kindregelingen en kinderopvang. Ik ben verder net 39 en moeder van 4 kinderen, dat is het. Mooi, dank. Nou, daarnaast zit een fractielid van de SP. Hij heeft een beroepsmatig, is hij in de gezondheidszorg werkzaam geweest, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Van Gerven, vertel even iets over jezelf en reageer ook op de column van de Roos. Ik ben dus Henk van Gerven, Kamerlid voor de SP sinds 2006. Daarvoor was ik 8 jaar wethouder in de gemeente Os. En degene die de SP kennen, zal dat niet vreemd overkomen, want Os is een van de bakermatten van de SP. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, bakermatten, maar... Nou, doorgaans zijn er niet veel bakermatten voor iemand. Nee, eentje maar. Je hebt er maar één, de toch? Bakermat, oké. Okay. Daarvoor was ik deels gelijktijdig 25 jaar huisarts in Os, in ons medisch centrum. Het was een initiatief van de SP vanuit de jaren 70, toen we net begonnen waren als partij ook. Dus dat over mijn achtergrond. Over de stelling, als ik het wat scherper formuleer, dan is dat zo'n beetje eigen schuld, dikke bult principe. En daar ben ik geen voorstander van. En ik denk, als we nou in de column het woordje roken vervangen door heroïneverslaving. En dan lezen we die hele column voor. Dan is eigenlijk de slotconclusie. Na 3 behandelingen vanwege een heroïneverslaving lukt het niet. Dan moet je dat zelf maar oplossen. En dan denken de meesten, nou, dat weet ik ook niet. Om alle verslaafden aan hun lot over te laten. En dan, en dat wil ik maar even spiegelen. En waarom doe ik dat? Omdat als je het over roken hebt, dat kun je eigenlijk redelijk ongestraft doen. En maatschappelijk is het wel wat minder geaccepteerd, maar dat kun je heel lang volhouden. En bij een heroïneverslaving, dat geeft natuurlijk veel meer problemen nog. Maar in essentie is dat toch wel om de keuzes aan te geven. En nou, voor mij ligt die grens toch wel heel scherp, dat als het gaat ook om verslavingen, dan moeten we vanuit de zorg of vanuit de samenleving toch een helpende hand bieden om proberen mensen daarvan af te helpen als ze daar heel veel last van hebben. Oké. En in de Kamer is gezondheidszorg... Ja, uiteraard. Je portefeuille. Ja, dat is waar ook. Gezondheidszorg is een groot gedeelte van mijn portefeuille, naast nog landbouw en milieu en dergelijke. Maar gezondheidszorg is ook echt core business. Het is ook iets wat elke dag wel iets oproept bij mensen. Het is toch ook een thema wat ook politiek buitengewoon intensief en heftig speelt. Gezondheidszorg, het is al jaren een hot item en actueel. Je kunt eigenlijk altijd wel een directe reden vinden om het er weer eens over te hebben. En de druk op de solidariteit is natuurlijk van belang. Roos, hier heb je niet van terug, toch? Van wat Van Gerven zegt.
nee. En ja, toch denk ik, waar ligt dan die grens? Want de emotie heb ik natuurlijk. En tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe betaalbaar blijft de zorg op dit moment. En als dat zo onbetaalbaar wordt, wie gaan we dan insluiten en wie gaan we dan uitsluiten? En wie is dan verantwoordelijk? En dat is een discussie die ik het liefst niet zou willen voeren. Maar waarvan ik denk dat we toch, doordat de zorgkosten zo enorm groot zijn geworden, toch moeten gaan voeren. En dan is dit een van de vragen waarvan ik denk dat ik niet de enige ben in de zaal die dit soort dingen mee bezig is. Mag ik eens vragen, wie van u heeft wel sympathie voor wat Roos zei? Nou, kijk, ik ben niet de enige, Roos. Goed, daar gaan we het vanmiddag over hebben. En ik hoop dat u ook meedoet en dat u vragen stelt en uw opvattingen ook inbrengt. Ik heb gedacht dat je... Het gaat natuurlijk om de grenzen aan de solidariteit. Wat gaan we met elkaar bekostigen aan zorg en aan ondersteuning op het gebied van de gezondheidszorg? U hebt op uw stoel een fact sheet gevonden. En anders moet u nog even naar het stuur grijpen. En daarin staan de ontwikkelingen van de zorguitgaven, staan daar mooi in schema gebracht. Ook weer even onderverdeeld. Nou, dan kun je zien hoe snel dat is gegaan. En de vraag is, waar zijn de grenzen? Wat kunnen we ons permitteren op die manier? En waar moeten we dus toch andere afwegingen maken? Ik heb gedacht dat je daar twee kanten van kunt belichten. De ene kant is, de ethische kant in de directe zin, waar Roos het over had bijvoorbeeld. En daar hoort ook bij de vraag, als er medisch steeds meer mogelijk wordt, en vooral behandelingen natuurlijk aan het front van wat mogelijk is, zijn vaak vreselijk duur. Waar liggen daar de grenzen? Moet je afwegen? En wat dan? Geldt dat voor iemand die heel oud is anders dan voor iemand die in de kracht van zijn leven is? Ik zat net te denken, zo'n vroeggeborene, hè, wat voor dilemma's kun je daar niet hebben? En die zijn van morele aard. En daar laat je dan de kosten natuurlijk niet overwegen als het maar even kan. Maar ook daar heb je denk ik die afweging te maken. Dus dat is zeg maar de ene kant, die morele kant. Ik stel voor dat we daar straks eens even goed over doorpraten. En welke dingen spelen daar. Dan krijg je daarna, en dat lijkt me het tweede hoofdstuk, dat is, als we vinden dat zorg nuttig is en nodig is, wat gaan we dan collectief samen bekostigen? En waar kunnen we dat overlaten aan individuele verantwoordelijkheid? Je moet je er maar voor verzekeren. Of misschien zelfs nu ook zorg dat je in je omgeving ook steun organiseert. De participatiesamenleving, zoals daarover gesproken wordt. Dan gaat het om de vraag, wat gaan we collectief uit belastinggeld of verplichte premies, wat gaan we op die manier bekostigen en wat kan op een andere manier? AWBZ, u kent die hele verhalen. Daar heeft natuurlijk ook te maken met welke rol kan de markt spelen in de gezondheidszorg, die kwesties. Het lijkt erop, ik las dat de ING heeft voorspeld dat volgend jaar de zorguitgaven zullen dalen voor het eerst, 0,2%. Nou, als onze economie krimpt met 0,2%, zegt Van Gerven, dan zijn we in rouw. Dit is toch ook kosten en economie. En hier gaan we ineens heel moeilijk over doen. Of zetten we de vlag uit als er 0,2% bespaard wordt en de uitgaven dalen. Nou goed, dat lijkt me het tweede thema. Dus het eerste is de grenzen aan de zorg uit oogpunt van afweging van kosten en welke waarden dan ook. En de tweede zullen we dan wat meer in de techniek misschien ook gaan. Hoe bekostigen we dat dan? En waar liggen wat dat betreft de grenzen? Ja, ik hoop dat u daarmee kunt meegaan. Dan hebben we een klein beetje een ordening in onze gesprekken vanmiddag. Ja, dat zullen we op dit moment niet doen. Dan stel ik voor dat we even praten. En zoals gezegd, u moet echt even uw hand opsteken. Roos, die speurt daarnaar en dan gaat u meedoen. Die eerste kwestie. Zijn er uit het oogpunt van menswaardigheid, het afwegen van gezondheid tegen andere dingen, zoals kosten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is het mogelijk om daar eens even een beschouwing te geven? Ik
laten we even jullie over. Ja? Mag ik een vraag stellen? Want ik zag een aantal vingers die het eens waren met de column van Roos. En mag ik vragen wie van die mensen rookt? Wie rookt er niet? Of u rookt? Nee, maar degene die voor de stelling waren. Dus die zeiden van na 3 keer moet je het zelf betalen. Die dus de column onderschreven. Ik zag een aantal handen. En nou, mijn idee is dat al die mensen zelf niet roken. En of is dat, ik weet niet of dat juist is. Ik ben net gestopt 3 weken. Dus... Helemaal goed. Ja. Gefeliciteerd. Maar, daarnaast nog een meneer die, dacht ik, ook zijn vinger opstak. Ja, en meneer, en, ik ben Patrick. Ik rook en ook natuurlijk. Ik vind dat niet goed, maar ja, door omstandigheden. Maar meestal, als men denkt aan een hoge gezondheidskosten, denkt men gelijk aan roken en zo en drank. Maar het gaat ook om dingen, een slechte leefstijl en zo en drinken. En, ik bedoel, een eetgewoonte. Dat is denk ik precies wat Van Gerven eigenlijk wil benadrukken. Ga verder, je hebt de vraag gesteld. Ja. Nou, wat ik eigenlijk met die vraag als eerste wilde zeggen is dat degenen die zeggen dat roken zeg maar voor eigen rekening moet komen, dat wordt altijd gezegd door degenen die niet roken. En dan zeggen ja, dat is nogal virus, maar dat is toch wel goed om je dat te realiseren, dat dan 3/4, die rookt dan niet, als het even hoeft te wassen, en 1/4 wel. Dat degene die dus dat lot ondergaan, dat ze verslaafd zijn en nog wel roken, dat die groep dus heel erg vaak wel hecht aan die solidariteit. Omdat zij met dat probleem zitten, van dat ze roken. En de meeste rokers willen, als je diep in hun hart kijkt, er toch wel van afkomen. Hè, van, maar het is een verslaving, dus het is niet zo eenvoudig. En wat is nu het argument? Want wat betekent dit nu voor die kwestie van de solidariteit? Nou, ik vind, als je het hebt over eigen verantwoordelijkheid nemen, dan moet het ook wel een redelijke vrije keuze zijn. En wat ik wil zeggen, dat verslavend gedrag of een verslaving, daarbij is de vrije keuze van de mens ernstig in het geding. Want die is dan niet meer vrij. Want het kenmerk van een verslaving is dat je toch rookt, ondanks dat je eigenlijk wil stoppen. Dus dat probleem, dat bestaat. Dus ik vind, het is te eenvoudig om te zeggen van neem je eigen verantwoordelijkheid en daarom gaan we dat niet meer vergoeden bijvoorbeeld, de behandeling. Wat u zegt is wel juist, maar je wordt niet met een verslaving geboren, dus je begint het toch zelf een keer aan. Ja, maar dan kom ik zeer terecht, maar dan kom ik op het punt dat als je kijkt naar wie rookt er, dat er verschil is tussen sociaal-economische klassen, om het met een duur woord te zeggen, tussen rijk en arm. Tussen, jazeker, u schudt wel nee, maar dat zijn de harde cijfers. Mensen met een laag inkomen, mensen die werkloos zijn, die roken meer dan mensen met een hoog inkomen en mensen die werk hebben. Okay. En dus individueel gezien kan je zeggen, inderdaad, het ligt aan jezelf of je wel of niet rookt, maar als je de grote groep in zijn geheel neemt, dan zie je bijvoorbeeld dat bij lagere inkomensgroepen er 2 keer zoveel gerookt wordt. Oké. Okay. Nou, nee. Nee, maar goed. Waar halen die het geld we gaan, maar, uw punt is denk ik duidelijk. Ja. Nog iemand die reageren wil? Ja, ik heb hier een vraag. Ik snap het punt met betrekking tot verslaving, maar hoe kijkt u daar dan tegenaan bij extreme sporten, waar mensen meer risico's nemen op botbreuken of andere zaken die uiteindelijk in de gezondheidszorg geld kosten? Ja, dat is natuurlijk dan een andere. Ik wil graag mevrouw Tellig ook vragen. Wat ik zou me inderdaad even wat breder willen maken, het vraagstuk dan alleen het roken. Volgens mij, ik hoorde Roos net zeggen, hè, wie sluiten we straks uit en wie niet? Volgens mij mag dat nooit je uitgangspunt zijn. Volgens mij moet je vertrekpunt bij dit vraagstuk zijn, welke slagingskans heeft een behandeling en verbetert of verhoogt het de kwaliteit van leven met een behandeling? Volgens mij moeten dat de vertrekpunten zijn op basis waarvan je deze discussie voert. En we moeten niet vergeten, en dat mis ik wel een beetje in het verhaal van de heer Van Gerven, is dat het systeem zoals we dat op dit moment in Nederland hebben een heel mooi systeem is, met een hele hoge mate van solidariteit, waarin mensen die meer geld verdienen meer betalen voor mensen die minder geld hebben, waarin oud of jong betaalt voor oud, waarin werkend betaalt voor niet werkend. En dat systeem, vind ik, moeten we koesteren.
En betekent niet dat we daardoor ook weg moeten lopen van een discussie die nu langzaamaan ontstaat. Omdat we in de basisverzekering zo ongelooflijk veel geregeld hebben, dat er nu door die kosten een discussie op gang komt van god, maar hoe ver gaan we daarin? En in dat opzicht ben ik het eens met wat jij in jouw column zegt, is dat als ik morgen met mijn bijdrage aan het systeem kan bijdragen aan hele dure medicijnen voor een zeldzame ziekte waaraan maar 100 mensen in Nederland lijden, dan doe ik dat morgen, want die mensen hebben daar niet om gevraagd. En ik vind dat solidair, dat wij dat als maatschappij met elkaar ophoesten. Het wordt wel anders, en dan maak je het al snel ook een ethisch vraagstuk. Als er bijvoorbeeld een vrouw die te zwaar is en die veel te zwaar is en ongezond leeft, voor de derde keer bij een gynaecoloog binnenkomt, om te vragen of ze alsjeblieft nog een keer voor een IVF-behandeling in aanmerking mag komen, dan vind ik het op zijn minst redelijk dat een arts en een patiënt een gesprek hebben over, is het niet wijs dat u eerst uw eetpatroon aanpast voordat u aan deze IVF-poging begint. Vanuit het idee dat je wil dat die IVF-poging slaagt, vanuit het idee dat je wil dat die vrouw gezond zwanger wordt. Dus ik vind dat het vertrekpunt moet zijn kwaliteit van leven. En die opmerking over die sporten, dat snijdt natuurlijk hout, maar u trok eigenlijk niet zelf een conclusie, hè? Bent u het dan een beetje met de lijn van Gerven eens, of? Mevrouw van Tellingen dan. Ja, Tellingen. Met Roos, eigen verantwoordelijkheid. En het is gewoon niet meer betaalbaar, denk ik, op de huidige manier. Dus zal je toch keuzes moeten maken. En dan is inderdaad terecht, dat wordt gezegd, je moet kijken naar de kwaliteit. Ja. Maar daarin ook een stukje naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar is het niet, ik wil nog even van Gerven dan toch even vragen. Die eigen verantwoordelijkheid, die ook hier wordt benadrukt. Moet je nou, ga je mensen niet een beetje in een soort slachtoffer positie drukken als je zegt, ja, jij rookt, je bent verslaafd, ja, en het is ook niet zo wonder dat je rookt, want je bent ook nog in een, je verdient ook niet veel, of je moet van een uitkering rondkomen. Ja. Ben je niet op die manier, op een rare manier, de samenleving een beetje uit elkaar aan het spelen? Nou, ik denk dat de eigen mogelijkheden of de eigen wilskracht of wilsvorming wordt overschat. Kijk, omstandigheden zijn van grote invloed op hoe mensen zich ontwikkelen. En met name als je net geboren bent, als je heel jong bent. Hè, want dan heb je je ouders, je omgeving, daarin word je opgevoed. Kijk, als je opgevoed wordt met rokende en drinkende ouders die werkloos zijn, ja, dan is de kans op werkloosheid bij jezelf en dat je zelf later ook ongezond gedrag vertoont, is gewoon groter. Dat is statistisch zo. En dat moeten we ons ook beseffen. En maar daarom hebben we juist zo'n mooi zorgsysteem. Nee, maar het gaat er even om. Nee, dat snap ik wel. Over die verschillen heen stapt en in de basis vind ik het niet eens minimaal, maar gemiddeld goed regeld. Heel de wereld kijkt naar hoe wij dat hier solidair geregeld hebben. En dat gaat juist, ons systeem gaat over die verschillen van achtergrond heen. Juist omdat we met z'n allen hebben vastgesteld dat gezondheidszorg iets is wat we met z'n allen moeten opbrengen. Ja, we gaan geen mensen een kankerbehandeling weigeren omdat ze hebben gerookt. Maar even, dat is ook precies, dat is ook wat jij zegt. Ik wil even de betaalbaarheid even parkeren. Want dat is een beetje het tweede. Ik heb het niet over betaalbaarheid. Ik heb het over de discussies die we nu hebben over waar de grens is van wat wij van onze buurman of wat ik van jou mag vragen op het moment dat mijn dochter voor de vierde keer een cursus tegen het roken wil volgen, dan zou ik het heel logisch vinden als jij tegen me zegt, hey, zet jij je dochter eerst thuis eens even neer en praat eens met haar over haar eigen gedrag. Daar mogen we elkaar op aanspreken, vind ik. Ja, dat, natuurlijk mag je iemand ergens op aanspreken. Maar het punt is, als iemand op een gegeven moment komt, laten we het even bij dat rookvoorbeeld houden, voor behandeling, mag je die dan weigeren? Want dat is de even los van hoeveel de zorg kost. Ja. Mijn punt is dat wij nooit op basis van gedrag zorg mogen weigeren, tenzij natuurlijk het medisch noodzakelijk is. Het IVF-voorbeeld is een goed voorbeeld van, kijk, als die vrouw niet afvalt, is een IVF-poging minder succesvol. Dus dan moet je afvallen. Dus die spreek je aan op haar gedrag? Die spreek, ja, maar dat is eigenlijk op medische grond. Dat is niet omdat jij die mevrouw een behandeling wil ontzeggen omdat ze te dik is. Je zegt dan, maar ik wil ook niemand, laat dat even duidelijk zijn, zorg ontzeggen.
Nee. Alleen uit de solidariteit betaald, dan denk ik, ja, wacht even. Wij hebben een collectief potje en daar wil ik met liefde aan bijdragen. Maar op een gegeven moment is daar een grens bereikt. En op het moment dat wij voldoende... goed in onze jas zitten, goed genoeg geld hebben, dan is die vraag niet zo belangrijk. Maar ik heb het idee dat wat er nu gebeurt, zeker ook omdat in 2019 is de helft van de Nederlandse kiezers is 50+. Wanneer gaan mensen meer kosten in de zorg? Dat is naarmate ze ouder worden en vooral in de laatste levensfase. Hoeveel vraag je dan van die mensen om bij te dragen? De solidariteit komt steeds verder onder druk. Prima, er is iemand die... Wil iets willen zeggen? Was prima. De stelling die hier opgeworpen wordt is eigenlijk... als jij ongezond gedrag vertoont... en dat gaat de kosten van je gezondheid en daar gaan kosten mee gepaard... dan draai je zelf voor die kosten op. Dat is wat ik beluister en daar zijn jullie niet helemaal met elkaar eens. En ik heb een aantal argumenten tegen die stelling... Dus een, hou die microfoon even recht. Een meer pedagogisch, een pragmatisch en een meer principieel filosofisch argument. Pedagogisch argument wil ik zeggen, je bestraft eigenlijk degene die ongezond gedrag vertoont. En het is bekend uit de pedagogiek dat belonen werkt veel beter dan bestraffen. Dat is het eerste. Pragmatisch, daar sluit ik aan op wat hier al eerder gezegd is. Als je sporten, dat wordt door iedereen gezien, dus ja, dat is gezond gedrag. Dat moeten we allemaal met z'n allen doen. Maar sporten, en dan heb ik het niet over extreme sporten, tenzij jullie allemaal voetbal als extreem willen zien, maar dat gaat nogal gepaard met blessures. Met hele vervelende medische gevolgen die allemaal kosten met zich meebrengen om van ziekteverzuim daarvoor voor je maar te zwijgen. Okay. Dus als je zegt, gezond gedrag... dan wordt alles vergoed en ongezond gedrag niet, dan heb je hier een probleem. En het laatste punt, en dan sluit ik ook een beetje aan op wat Henk van Gerven al aanbrak. Iedereen heeft natuurlijk de keuzevrijheid om te zeggen van ik rook of ik rook niet. Maar we weten ook dat je keuze ook beïnvloed wordt, niet alleen door wat je bewust nu meemaakt, maar ook je gezin en je sociale omgeving. Ja, en dat is wat Van Gerven ook zegt. Daardoor... is het misschien verstandiger om die mensen die standaard die keuze voor gezond gedrag niet maken, om daar dingen voor te organiseren waardoor het makkelijker wordt om die gezonde keuze te maken. Ik begrijp het, ja. Het punt is, is straks nog iemand. Kijk, ik denk dat de discussie eigenlijk niet is, gaan we iemand een levensreddende of kwaliteit van leven sterk bevorderende behandeling weigeren, omdat hij gedrag heeft vertoond dat niet goed was. Dat denk ik niet dat de discussie is. Hè? Dat gebeurt ook niet. Hè? En dat is ook in ons systeem niet zo en daar pleit ook niemand voor. Het punt is wel, zijn er niet randen, is er niet een grensgebied waar je gebruik kunt maken van zo'n behandeling bijvoorbeeld? Of ja, moet je meer toch wat meer eigen kosten gaan dragen of zo? Een zekere differentiatie in het beleggen van de verantwoordelijkheid. En daardoor iemand die zulke gedrag vertoont toch iets meer daar de verantwoordelijkheid voor geven en ook de gevolgen laten dragen. Daar valt veel op af te dingen, dat heeft Van Gerven gedaan, u hebt daar ook een paar dingen van gezegd. Er is nog iemand die ook wat wil inbrengen. Over verantwoordelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Als je dit zo beluistert, roken, drinken, obesitas, hebben dan de commercie daar niet ook een belangrijk deel in. Wij worden overspoeld met alles wat we mogen drinken, moeten drinken, wat goed is, reclame. Reclame geeft ook het weer geld. Het is niet helemaal goed te verstaan, vind ik. Nee. Is er even iets aan te doen, technicus? Of deze microfoon wat harder. Op die microfoon? Hij moet heel erg, je moet hem haast in je keel steken, geloof ik. Deep throat. Ja, dat is dan weer niet gezond natuurlijk. Sorry. Pardon. Gedeelde verantwoordelijkheid, daar hadden we het over. Het is niet goed om te roken, het is niet goed om dik te zijn. Maar we leven wel in een sterk kapitalistische maatschappij waar alles in overvloed is. En waar we ook min of meer worden opgedrongen. Ik denk, als we het dan hebben over verantwoordelijkheid,
heeft de commercie dan ook geen belangrijke verantwoordelijkheid daarin? Ja. Nou, ik denk dat... Kijk, ik ben heel erg door uw opmerkingen getriggerd door het feit dat McDonald's, die zit hier om de hoek, die heeft als policy overal een McDonald's op loopafstand. Dat is hun filosofie, want iedereen moet direct die behoefte aan aan zo'n Big Mac kunnen bevredigen. Nou, het is zeker de mogelijkheid schept de behoefte. Dat is een belangrijk uitgangspunt. En dan kun je dat natuurlijk zo'n bedrijf eigenlijk niet kwalijk nemen, want die wil omzet vermeerderen. Dus dan zul je daar, wil je toch de samenleving gezond houden, zul je een tegenkracht moeten organiseren. En daarvoor heb je eigenlijk toch de overheid nodig, denk ik, die, want u heeft volkomen gelijk, door de toename van de welvaart, de toename van het aanbod, zijn we ook dikker geworden. Zijn we een beetje Amerika achterna gegaan, hè, de afgelopen 20 jaar. Kijk maar eens naar de jeugdfoto's van u, hoe iedereen er toen uitzag. En nu, hè, onze jeugd nu, ik bedoel, het verschil is evident. Nou, dit is een heel gezond publiek. Ja, dit zijn ook de meeste ouderen, maar ik had het over de jeugd. Ja. Nou, maar het verschil is duidelijk. Dus ik denk dat dus ook heel erg belangrijk is dat de overheid toch ook probeert daar iets aan te doen om mensen een handje te helpen. Dit is een verantwoordelijkheid die er natuurlijk wel... Dit is natuurlijk de discussie over, moet je dat de overheid vragen? En daar denkt mevrouw Telliger vast wat anders over. Nee, je moet rennen, Roos. Wacht. Nee, maar ook een klein dingetje moet u even horen. Ik zou graag willen dat ze wat bij de jeugd begonnen met voorlichting op de lagere scholen, op de kleuterschool. Van jongs af aan al laten horen hoe je gezond kan eten. Kinderen nemen dat mee naar huis, ze kunnen misschien de ouders nog wat leren. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ik was hier afgelopen donderdagochtend, zat ik hier nog in een bomvolle zaal in de Ridderzaal met ik weet niet hoeveel leerlingen van school hier uit Den Haag die allemaal gezond leren ontbijten. Dus er wordt natuurlijk genoeg aan campagnes en informatie vanuit de overheid gedaan om mensen te wijzen op een gezondere leefstijl. Maar het verschil tussen de heer Van Gerven en mij is natuurlijk inderdaad dat wij zeggen, uiteindelijk is ieder individu verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. En dat we inderdaad in een sterk gecommercialiseerde wereld leven, waarin de verleidingen om allemaal hele lekkere dingen en ongezonde dingen te eten groter zijn dan 50 jaar geleden. Eens, dat daar als overheid misschien een grotere waarschuwingsrol is weggelegd dan 50 jaar geleden eens. Maar uiteindelijk maak je als individu zelf die afweging. Oké. De vraag... Ja, mag ik... U nog en dan gaan we ook even naar een ander thema. Gaan we het iets verschuiven wat mij betreft. Meneer Van Gerven, ik heb drie partners verloren aan het feit dat ze te veel rookten. Maar wij hebben meegerookt. Dat is nummer 1. En ook gedurende mijn werkzame leven 40 jaar lang. Nummer 2. De oplossing is er al lang. Preventieve geneeskunde. In de familie leeft dit al sinds ik hier op aarde ben. Genetisch zijn we ook een bepaald product in die lijn van de familie. Daarnaast willen we nu preventieve geneeskunde in Nederland. Prinses Irene is onze voorzitter. Introduceren. Er zijn voldoende artsen die dat ook al willen. We zijn in de Brabanthallen al bij elkaar geweest. Dat betekent kijken naar bloedanalyse, genetische voorverhaaltje. En ook nog ze gaan begeleiden individueel, heer Van Gerven. Want we zijn allemaal uniek, zoals we hier op aarde zijn. In het gezond blijven. Dan ga ik naar uitleggen? Uw buurvrouw, want zij wil wat meer verantwoordelijkheid. Dat komt daaruit als resultaat. Want als je met een arts samen je gezondheid in de gaten gaat blijven houden in de komende tijd. Bewustwording moet voor de jeugd. Nou, eigenlijk is hier in dit land, het is elders op aarde al aan de gang. China en Japan zijn goede voorbeelden. En ik heb trouwens ook nog een partner gehad die hoofdchemicus is geweest bij Unilever. En ik heb Unilever ook al een aantal keren toegesproken en daar zijn ze. Daar hebben ze geluisterd. Kunt u even uitleggen wat preventieve geneeskunde is? Dat is, meneer Veling, ja? Ik kijk naar u en dan maken we een bloedanalyse. Help. Ja, en we gaan kijken wat er genetisch bij u gedeformeerd is geraakt. Dan kunnen we niet altijd alles zelf
iets aan doen. Want het punt is dat de wijsheid hier al lang aanwezig is in Nederland. Maar wat is dan de geneeskunde daarbij? Dat we u gaan begeleiden in uw voedingspatroon, alles. Maar we leggen wel de verantwoordelijkheid bij u. Helemaal goed. Want als u deformeert of u gaat een zijlijn in en u begint toch weer al die dikke kroketten tot u te nemen, dan zal er gezegd worden, dan gaat u maar uit het fonds. Ja. Ja? En dan heb ik nog een laatste. De voedselbanken, die moeten opgelost worden. Ja, ik heb geen zin om elke keer te wachten. Die voedselbanken moeten opgelost worden. Ik heb dat de overheid ook al gezegd. Die vriesmaaltijden en niet al die shit van al die firma's. Omdat je daar weer kanker mee ontwikkelt en ziektekosten. Ja. Dus geef ze 7 cool maaltijden en laat ze gezond blijven. Goed? U hebt uw punt heel helder gemaakt. Het is nog een aardig voorbeeld. Ik weet niet, je hebt het over McDonald's. Er is een Burger King die bij Prodemos op de andere hoek zit, ja. Dat is ook zoiets. En die hebben een hele mooie leus op het raam staan, heb je wel eens gezien, hè? Nee. Staat, de beste burger is een gegrilde burger. Oh, ja. Daar kijken jullie elke dag op uit, hè? Ja, dus ja, ja. De beste burger, dat is over burgerschap gesproken. Maar u hebt natuurlijk gelijk. De vraag is, en dat is ook het politieke punt, en daar zullen we misschien steeds elk thema even mee afsluiten. We leven in een democratische rechtsstaat, daar hebben we het eigenlijk steeds over, en de rol van de overheid. Is er op dit punt kans dat er ooit nog eens een minister van Gezondheid Tellegen en een staatssecretaris van Gerven in één kabinet zullen zitten? Ik bedoel, hoe groot is de afstand op dit thema tussen u beiden? Nou, groot? Ja. Ja, waar zit het? Kun je even kernachtig zeggen, van daar hebben we toch een verschillende positie. Nou, ik denk dat het vooral is toch op de rol van de overheid. Ja. Laat ik het gewoon heel concreet maken, dat voorbeeld van dat voedsel nog even. De SP heeft voorgesteld, laten wij voedselreclame, en dan gaat het over snacks en snoep, dus ongezonde voedselreclame van de industrie, verbieden tot de leeftijd van 12 jaar. Dus want vanaf een jaar of 12 kunnen kinderen heel goed het onderscheid maken tussen reclame en werkelijkheid. Maar als ze heel erg jong zijn, is dat minder. Beknopt, hè? Dan zegt de VVD bijvoorbeeld, nou, tot 7 jaar is akkoord. Maar dan laten we de industrie vrij, terwijl de SP zegt van nou, zet dat wat verder door. Dat is een voorbeeld, hè, om het verschil zeg maar, tussen de VVD en de SP wat te duiden. Omdat wij zeggen, ja, die overheid moet gewoon waken ook over de samenleving. En wij zien daar dus een grote rol voor. Ja, ik denk dat dat verschil duidelijk is. De overheid als een oplossing voor ieder individueel vraagstuk in de zorg versus de visie van de VVD, waarbij we zeggen die basisvoorziening, en ik hou het nu even bij de zorg, die is goed en die moeten we met z'n allen ook goed houden. Daar geloven we in, onderlinge solidariteit. Maar er ligt een eigen verantwoordelijkheid voor ieder individu. En daarin verschillen de SP en de VVD, denk ik, fundamenteel van mening. We kunnen hier nog over doorpraten, maar ik wil het in ieder geval even verbreden. Want we hebben het nu heel erg over gedrag en wat dat betekent voor eventuele behandelingen of zorg. Ik wou ook nog even gaan naar de uitbreiding van de mogelijkheden. Ik bedoel, we kunnen zoveel doen en ook zoveel dure dingen doen om leven te verlengen, mogelijk ook kwaliteit van leven te verbeteren. Daar zijn natuurlijk ook grenzen en dan stuiten we ook op ethische vragen. Ik wil u niet weerhouden om dat vorige punt nog te nemen, maar misschien kunnen we het thema even iets verbreden. Ja, mag ik daar Mag ik daar een knuppel voor in het hoenderhok gooien? Want ik voel me een beetje verantwoordelijk voor de discussie over roken. Nou heb ik heel lang zitten twijfelen of ik ook de column zou schrijven over na 75. Mijn vader heeft net een open hartoperatie gekregen. Vervolgens was hij nog een beetje wankel, brak zijn heup. En vervolgens blijft hij eigenlijk maar steeds in de lappenmand. En dan ga ik kijken, ik hou natuurlijk vreselijk van mijn vader. En ik zou het verschrikkelijk vinden. En tegelijkertijd denk ik, na een bepaalde leeftijd, hoe lang moet je maar bij blijven betalen om zo iemand weer op te lappen? Op een gegeven moment denk ik, hoe oud willen we worden? En waar is de grens? Je legt nou de koppeling met betalen. Ik denk dat dat een beetje ongelukkig is, mogelijk dat je dat ook niet bedoelt. Hoe lang moeten we daarvoor betalen, is een kwestie van. Mag ik daarop aansluiten? Ja, wat mij betreft. Ik denk dat ik je goed begrijp, want er zijn natuurlijk tig van medisch-wetenschappelijke mogelijkheden om jouw vader heel lang
in leven te houden. Maar wat ik al eerder zei, voor mij en misschien ook voor jou, of in ieder geval als mijn vader zou zijn, zou ik denken, hoe is zijn kwaliteit van leven? En de behandelingen die we hem geven, hebben die een slagingskans? En zorgen die ertoe dat hij op een gegeven moment weer naar huis kan? En dat hij nog zoveel jaar met zijn naasten bij zich een mooi leven kan hebben? We hebben het hier over het thema doorbehandelen, hè, zoals we dat noemen. Ja. En daar valt wel een wereld te winnen, omdat de meeste wereld natuurlijk intrinsiek altijd reageert van behandelen. En ja, de vraag is in vele gevallen, en zeker met een vergrijzende samenleving, of die Pavlov-reactie behandelen altijd het antwoord is op alle vraagstukken die zich in die behandelkamer voordoen. Dus, en wie beslist dat? Want dat lijkt mij het punt. De arts en de patiënt samen, lijkt mij. Oké. Maar mag ik nog even, terwijl Roos rondloopt, in 1990 was er een voorstel om open hartoperaties, laten we daarbij blijven, boven de 55 jaar niet te vergoeden. 1990, dus 23 jaar geleden. Storm van protest en dat voorstel is snel weer in de la verdwenen. En dat zou nu ook volstrekt ondenkbaar zijn, 55, want dat was dat begint een voorstel om dat verplicht te regelen vanuit de overheid? Het was eigenlijk een soort, hè, dan was je ouder dan 55 jaar, dan kwam je niet in aanmerking voor een open hartoperatie. Want grenzen aan de zorg, die discussie is natuurlijk al van alle tijden. Maar goed, nu zou iedereen zo 55, hè, bij 75, nou, dan begint het een beetje. Dan zie je hoe dat verschoven is qua mogelijkheden. Maar ook denk ik dat het onmogelijk is om een goede grens aan te geven, omdat die steeds verschuift met de tijd, met de ontwikkelingen. En er is gewoon maar één norm en dat is denk ik die van de spreekkamer. Dus tussen arts en patiënt of arts en familie. En die moeten samen uitmaken of het zinvol is. Mijn moeder is 88. Zo gezond als een snoek. Als een snoek. Als een snoek. Als een vis. Ja. Die uitdrukking ken ik nog niet. Ken je dit? Ja, maar zo gezond als een vis. Ja, die bestaat, die uitdrukking. En dus, ja, terwijl ja, anderen natuurlijk heel erg ziekelijk zijn. En dan, maar dan nog, iemand kan heel erg ziekelijk zijn en zeggen, en ik wil toch geholpen worden. Omdat die zegt, ja, ik wil toch blijven leven, ook al mankeer ik van alles. Dus het is, dus, en ik denk ook dat we daarbij eigenlijk een beetje weg moeten blijven. Maar dat we er wel voor moeten zorgen dat er geen druk uitgeoefend wordt, vooral in de ene of de andere richting, maar dat heel erg uitgegaan wordt van, ja, wat willen de betrokkenen zelf? Ik ben het er heel mee eens. Kijk, dat vind ik nou wel weer grappig om dat van een SP-Kamerlid te horen. Wat willen de betrokkenen zelf? Want dan zitten we natuurlijk precies bij die eigen verantwoordelijkheid. Dus ik zie die combinatie in een regering nog wel komen van u beiden. Het verschil was 5 jaar. Hè? De ene partij pleitte voor 12 jaar en de andere tot 7 jaar. Ik denk, nou, daar moet wel op de middelen zijn. Maar er is een principiëlere overeenkomst. En dat is dat gevoel van, laat ik maar zeggen, dat noodlottige wat wij in ons leven allemaal te dealen hebben. Voor mevrouw Tellegen is het noodlot. Ja, er zijn nou een keer ziektes die zo uitzonderlijk zijn dat we daar wel solidair mee moeten zijn. En voor meneer Van Gerven is er het noodlot. Ja, je wordt nou een keer geboren in een familie met werkloosheid en slechte eetgewoontes. Ja, en dan is het geen wonder dat je slechte eetgewoontes krijgt. Dus het, daar, ook daar komen we niet uit wanneer we niet beginnen te aanvaarden. En ik denk dat we, en het gekke is, dat zou wel eens een taak van de overheid kunnen zijn, gewoon beginnen te aanvaarden. Ja, we gaan dood. Punt. Ja. Heel simpel. En vervolgens de kwaliteit van leven. En ook daar kun je alleen maar permanent met elkaar het gesprek over voeren. Ja. Want er is niet een objectieve kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven voor iemand die ontzettend graag rookt en zijn jenever drinkt is ander dan de kwaliteit van leven voor een geheel onthouder. Dus ook de kwaliteit van leven is geen criterium, tenzij je voortdurend met elkaar in het gesprek, in de samenleving, dat gesprek voert. Wat is de kwaliteit van leven in het zekerheid dat we allemaal doodgaan? Mag ik dat nog even vragen? Nou, mag ik toch even doorvragen, juist op dit punt, want zijn we dat ontwend of zo? Is dat een idee dat we, wat gebeurt en hoe zouden we dat kunnen veranderen? Nou ja, ziet u de overheid daar een rol in? Ja, dat is natuurlijk lastig, want voordat je het weet moet alles over de overheid. Kijk, we moeten constateren dat in het publiek domein de vraag naar
laat ik het nou benoemen, zingeving verdwenen is. En voor zover die hier en daar de kop opsteekt, wordt die ook met cynisme verkant gemaakt. Dus dat is een probleem. Vroeger hadden we daar instituten voor, kerken, maatschappelijke organisaties, en die zijn verdwenen. Dus het is heel erg lastig om in het publiek domein deze vragen aan de orde te stellen, omdat er de taal nauwelijks voor is. Dat blijkt ook in dit gesprek. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat de overheid daar dan toch maar een verantwoordelijkheid in moet nemen. Al zou het alleen al zijn omdat de overheid anders in zijn eigen zwaard valt en eindeloos in dit soort uitzichtloze dilemma's verzeild raakt. Maar ik vind wel, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat als we kijken naar de... Nou, je wordt geboren, nee, laten we zeggen, je hebt alleen maar een basisschoolopleiding gehad en je hebt een universitaire opleiding gehad. Dan gemiddeld gaat degene die alleen maar een basisschool heeft gehad, gaat 7 jaar eerder dood. Dat vind ik zo onverdraaglijk. Daar moet de overheid wel proberen dat gat kleiner te maken. Okay. Want maar dat is wel, want dat vind ik... Ik begrijp het punt, maar dit is ik wil nog graag even bij dat punt... Want dit is even een andere kwestie, lijkt me. U zegt, en vind ik heel intrigerend, waarom is het zo moeilijk geworden mee? Omdat het, zegt u, blijkbaar moeilijk te verdragen valt dat er een eind is. En dat je een keer doodgaat. Dat je zult sterven. En dat brengt u in verband met... We kunnen met zingevingsvragen moeilijker omgaan dan eerder. Dat is eigenlijk een intrigerende kwestie. Is dat het geval? Herkent u dat, mevrouw Teller? Ik herken dat zeker. Ik denk dat daar een aantal redenen voor zijn. Deels omdat er in het publieke domein, zoals deze meneer ook aangeeft, minder over de dood en het einde van het leven wordt gesproken. Maar ook omdat de wetenschap niet stilstaat en omdat alles mogelijk is. Dus een arts zal altijd als eerste reflex hebben, dat is hij ook, dat is ook zijn natuurlijke habitat, een reflex hebben, deze mevrouw of meneer moet ik alles geven om hem beter te maken. Terwijl we natuurlijk in een samenleving zijn waarbij misschien ook die persoon zelf niet in staat is om dan te zeggen, maar misschien, dokter, wil ik dat wel helemaal niet. Dus ook de mondigheid in die spreekkamer is heel belangrijk. En de vraag is of er genoeg ruimte in het hele bedrijf van een ziekenhuis of een verzorgingstehuis is om dat gesprek goed te voeren. Ik denk dat gesprek cruciaal is bij dit vraagstuk van doorbehandelen en de maakbare samenleving. Ik denk dat u dat ook zeer zal aanspreken. Dat je in de behandelkamer, in de gesprekken, poogt om dat open met elkaar te verkennen. En niet te snel op de techniek te gaan leunen en de voorspelbare discussies te voeren. Dat is wat ik bedoel. Oh, zou ik even... Ja. Alles is bewustwording voor de mensen die het niet verstonden. Nog even in aanvulling. Ik denk dat, kijk, in vergelijking met 30 jaar geleden is het probleem van zingeving en wil ik nog doorgaan met het leven of niet, is eigenlijk niet veranderd. Alleen, de leeftijd is hoger geworden. Maar ook nu kom je op enig moment voor die vraag te staan. En ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch over. Want ik ben in 1981 begonnen als huisarts. En toen werd er over kanker, over behandelmogelijkheden en alles, werd veel minder gesproken dan heden ten dagen. Ik bedoel, er is toch wel een stuk meer bespreekbaar geworden over dit soort vraagstukken van wel of niet behandelen. Palliatieve zorg. Terwijl inderdaad, laten we zeggen, 30 jaar geleden was het de automatische piloot. Doorbehandelen. Hè? Alles reanimeren. Dat zat in de genen van de dokter. En de patiënt die durfde niks te vragen. Want ja, die dokter met die witte jas was heilig. Dus ik ben daar toch niet zo pessimistisch over. Hmm. En inderdaad, er zijn bepaalde zekerheden weggevallen. Van de kerken, de verzuiling en dergelijke. Maar mensen zijn wel wezens die heel erg hechten aan zingeving. Dus ik denk toch dat het is dan wat minder gekanaliseerd. Maar het bestaat nog wel degelijk, denk ik. Maar dan gaat veel afhangen van het gesprek tussen de arts en de patiënt en de familie. Ja. Hè? Dat is overigens meteen ook een punt van discussie. Want als die arts uiteindelijk de verantwoordelijkheid neemt voor de beslissing samen met familie, dan is er wel een verzekeraar die dat zou moeten volgen. En ik zie het aankomen. Dat gaat natuurlijk ook weer nieuwe discussies opleveren. Niet meteen misschien met wel of niet verder behandelen, maar de kosten van medicijnen zijn natuurlijk dan meteen toch ook een punt.
Dus we zijn er dan nog niet, denk ik. Maar goed, dat krijgen we misschien straks nog als we gaan praten over de organisatie van de zorg en wie neemt welke beslissing. U bent het erover eens dat het eigenlijk in de spreekkamer, in de gesprekken zou moeten worden uitgemaakt. He? Pijlen in de zaal, wie het daar ook mee eens is. Handen omhoog. Mee ja, eens? Hier? Ja. Oh. Het is toch een kleine groep. Ja, die meneer en daar is ook mevrouw die ja, zich deze meldt. Meneer was eerst. Ja, ik hoor u net zeggen dat de arts die neemt de verantwoordelijkheid voor de beslissing. Ik vind dit onbestaanbaar. Nee. Als het over een patiënt gaat, dat dan niet de patiënt zelf de verantwoordelijkheid heeft. Dat vind ik onbestaanbaar. En wat er net gezegd werd, ja, dat de dood niet meer geaccepteerd wordt, dat men dat niet wil. Ik begrijp dat niet helemaal. Als ik met ouderen spreek, en dan heb ik het even gemakshalve over 70-plussers, dan is hun grootste angst is dat ze hun zelfstandigheid verliezen. En dat is niet de angst voor de dood, ook daar, dat komt voor. Maar dus ja, ik denk dat het onder burgers, patiënten, dat het wel heel sterk leeft. En misschien is er meer voor nodig om het medisch bolwerk daar wat die kant op te krijgen. Oké, daar gaan we het straks vast nog over hebben. Er zijn ook wel mensen die... Mevrouw hier? Wacht u even, mevrouw dan. Ik reageer even op de stelling waar u uw handen vroeg voor wie er eens was met uw stelling. Oké, prima. Nog iemand? Nee? Die kwestie van wie beslist nou uiteindelijk? Hè? Ik zei de arts, dat is natuurlijk mee ingegeven door wat ook het geval is, dat patiënten natuurlijk alleen allemaal het beste hebben en altijd op het internet hebben gekeken en dat is nog beter. En of nou een ander merk is en zo, die discussie heb je in de spreekkamer ook. Waardoor je denk ik niet kunt zeggen van de patiënt heeft op voorhand gelijk en die krijgt in alle opzichten zijn zin, toch? Ja, ik vraag even nu, want dat is dan de consequentie als je zegt dat de patiënt... Ja, je hebt deze laatste keer wat gesjouwen, Roos. Nee, u heeft gelijk. De patiënt kan vaak niet goed die beslissing nemen, omdat hij niet alle informatie bij zich heeft om die beslissing te kunnen nemen. En daar is ook een grote winst te behalen om patiënten daar meer die keuze beter te laten maken. Daarvoor zijn verschillende, zowel internationaal en nationaal, is men bezig met het maken van keuzehulpen, waarin die informatie systematisch wordt aangereikt. Ja, maar daar is een hele weg te winnen. Die is er ook. Hè. Er zijn steeds meer ziekenhuizen. Er zijn ook voorbeelden van, ik heb er vorige week nog iemand over gesproken. Ziekenhuizen die dus, waar artsen een iemand mededelen van, god, uw situatie is zo. En dit zijn de mogelijkheden. Daar stuur ik u mee naar huis. En we zien elkaar pas over een x-aantal dagen terug. En daar zit een heel proces omheen, om tot het juiste besluit te komen. Waarbij dus zowel die arts de verantwoordelijkheid heeft om de keuzeopties neer te leggen en helder over voetlicht te brengen. En die patiënt zich dus goed genoeg geïnformeerd wil laten zijn om tot een juiste afweging te komen. Waarbij die patiënt natuurlijk zelf inderdaad een grote verantwoordelijkheid heeft. Immers het is zijn lichaam en zijn of haar gezondheid. Ja. Maar nou ga ik toch nog even aanscherpen, want kun je daarmee volstaan? Zijn er toch niet, op enig moment zul je niet beslissingen moeten nemen, ook in regelgeving mogelijk, of in verzekeringsvoorwaarden, in het bepalen van wat wel of niet in het basispakket moet? De kosten in de aard, in de ingrijpendheid van beslissingen. Kun je zeggen, het wordt in de spreekkamer bepaald, is dat echt... Nou, ik vind, maar daar blijf ik bij, leidend mag nooit zijn de leeftijd, leidend mag nooit zijn de kosten, leidend moet zijn datgene wat een arts, maar met name de patiënt zelf, voor zijn leven kwalitatief een optie vindt. En daar moet de afweging zijn. Het kan natuurlijk, als je daarin gaat onderhandelen, dan is het een glijdende schaal. Ik denk dat je daar niet aan moet beginnen. Nee. Maar toch doen we dat, hè? We doen dat wel. Hoe doen we dan? Eerst even over de wet. Er is een wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ja. En daar staat in dat je de patiënt moet voorleggen wat de behandelmogelijkheden zijn. En dat de patiënt geïnformeerd dan moet kunnen beslissen. Ja. We gaan linksom, rechtsom of rechtdoor. Dus dat even nog in aanvulling. Maar als het gaat over waar leggen we de grens, wat zit wel en niet in het pakket. Dan maken wij wel degelijk nu de afweging tussen
hoe effectief is iets, hoe goed werkt het en wat zijn de kosten. Want we hebben bijvoorbeeld een bepaling in de wet zitten, wat kan er voor eigen rekening en verantwoording? Dat is de beroemde trechter van Dunning, was dat uit de jaren 80, 90. Maar we hebben dus een aantal criteria op basis waarvan wij hebben afgesproken, politiek en maatschappelijk, van nou ja, nou, dit kunnen mensen dan wel zelf betalen. Een bekend voorbeeld nu zijn de maagzuurremmers bijvoorbeeld, die mensen dan zelf moeten betalen, niet meer in het pakket zitten, maar wel effectief zijn. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld een gedeelte van de fysiotherapie, waarvan wij als politiek, in meerderheid althans, gezegd hebben, nou, dat kan voor eigen rekening en verantwoording. Dus, en dat heeft, te maken met natuurlijk toch ook wel met kosten. En dan zie je, als het heel duur is voor de persoon in kwestie, dan zit het wel in het pakket. Stel, een open hartoperatie kost 40.000 of 30.000 euro met behandeling. Kan eigenlijk niemand betalen, nou, dat heb je dan. Maar stel dat het 10 euro kost per maand, zeg maar de maagzuurremmers, dan zegt de politiek, ja, dat is dan wel voor eigen rekening en verantwoording. Ja. Dus dat is een beetje wat nu, wat we op een aantal terreinen hebben afgesproken. Even wachten, mevrouw. Ja, ik kom eraan. Kunnen we het horen? Hierbij speelt natuurlijk ook het eigen risico wat iedereen elk jaar zelf moet betalen. Ik vind zelf een goede zaak dat toch dat bedrag van 100 naar 350, geloof ik nu, dat verhoogd is. Ik denk op zich dat er, als er toch een drempel is voor mensen, dat ze er toch even langer over moeten nadenken. Ga ik nou met dit kwaaltje wel of niet verder het medische circuit in? En dat niet verkeerd is. En natuurlijk heb je altijd wel mensen die dat ter discussie stellen van, ja, maar mensen laten zich misschien voor iets weerhouden en zo. Maar een zekere drempel, en ik denk ook dat dat misschien de verlaging van de ziektekosten best iets mee te maken hebben. Ik vind dat bedrag van 350, heb ik wel een gevoel over van, dat vind ik wel passend. Mm-hmm. Nou, het viel mij op toen mevrouw Tellegen vertelde over die Berlijnse toestand, zeg maar. Nee, maar hoe, u zei toen, van ik heb daar, wat je in Nederland eigenlijk helemaal niet ziet, maar daar wel gezien hoe verschrikkelijk duur het is. Dat is dan geen reden om het niet te doen. Maar de bewustwording van dat die gezondheidszorg heel veel kost. En daardoor een zekere stimulans ook om eens nog eens even te overwegen of je wel of niet dit of dat zult doen. Dat zijn mogelijk wel dingen die ook. Ja, die mevrouw goed zijn. Daar zei al, het gaat over bewustwording en daartoe kun je natuurlijk een aantal maatregelen of noem het prikkels in het systeem bouwen, waardoor je mensen wijst op hoe goed de zorg is en wat het kost. En ik denk dat de laatste jaren de discussie over de kosten in die zorg, hoe moe er een hoop mensen ook inmiddels van zijn, wel toe hebben geleid dat mensen zich langzaamaan beginnen te realiseren dat hoe we het hier hebben geregeld in Nederland heel goed is, maar dat daar een prijskaartje aan hangt en dat mensen zich beseffen wat het kost. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat ik naar de apotheek kan gaan en daar pillen kan krijgen voorgeschreven door een arts en dat die mevrouw achter de counter zegt, dit gaat rechtstreeks naar de verzekering. Ik heb dus geen idee wat die tube, crème of die pillen gekost hebben, want dat zie ik niet. Dus het leidt bij mij ook niet tot een bepaald kostenbewustzijn. Ik wil nog heel kort even iets zeggen over die behandeling voor mijn dochter in Berlijn. Daar heb ik dus wel dat gesprek gehad met die arts. Dat was een meisje van 900 gram. En mijn man en ik waren direct zo dat we zeiden, ze moet een kans hebben, willen we dit traject ingaan. Dus we hebben die gesprekken gevoerd. We hebben het gehad over haar slagingskans en haar kwaliteit van leven. We hebben daar kindjes zien overlijden die dat niet hadden en die werden opgegeven. Dus ook daar speelt, hoe complex en ingewikkeld zo'n vraagstuk ook is, de eigen verantwoordelijkheid, in dit geval van de ouder, omdat het om een kind gaat, toch ook zeker een rol in. Ja. Dus niet, ik zie, niet. Ik zie een hele hoop vragen. Ja. Ik denk dat ik ze niet, dat ik ze niet zie, maar ik heb ook een bepaalde volgorde bijgehouden. Dus ik kom bij alle vingers, maar deze was als eerste. Allereerst de verheugende constatering dat we één praktische oplossing vanmiddag aan de hand doen. Dat is elke gang naar de apotheek, elke gang naar de arts, daar krijg je een briefje. Dit krijg je van de gemeenschap. Dit krijg je van ons allemaal. Ja, en daar staat dus ook het bedrag bij. Dat lijkt me een buitengewoon adequate oplossing. Ja. Toch nog een vraag aan mevrouw Tellegen. Meent u nou werkelijk dat uiteindelijk de kosten er niet voor toe mogen doen in de individuele beslissing?
Ik bedoel, dat is toch precies de vraag waar we met z'n allen voor staan. De wetenschap gaat wel door met het ontwikkelen van methoden die steeds duurder worden in apparatuur en medicijnen. Op een gegeven ogenblik moeten we toch zeggen, ja, het is jammer, we hebben voor deze 100 patiënten, dat zijn er 100, een uitzondering. Kunnen we wel iets bedenken wat een miljoen per exemplaar verkost, dat is 100 punten, maar we doen het niet, want dat geld hebben we. Ik word heel nieuwsgierig naar uw achtergrond. Mijn achtergrond? Ja. Ik werk voor de Protestantse Kerk in Nederland. Oké, nee, u praat alsof u dit heel vaak dergelijke thema... Nee, natuurtalent. Nee, helemaal geweldig. Excuus. Was een vraag aan het panel. Nee, eens. Ik zeg ook niet dat ze er niet toe mogen doen, maar het mag nooit het vertrekpunt zijn van het gesprek tussen die arts en die patiënt. Ja. Maar ik wil toch wijzen op een tegenstelling die het volgens mij niet klopt. Mevrouw Tellegen die zegt, eigenlijk als je hulp nodig hebt, mag geld er niet toe doen. Dat zei zij eerder, hè, van het moet vooral een afweging zijn tussen de arts en de patiënt in de spreekkamer. Mm-hmm. Dan spreekt die arts af, u hebt pil X nodig. Ja, dan ga je naar de apotheker en dan staat er, ja, dat is een tientje of het is €1000. Dan denk ik, dat is niet goed. Het is fundamenteel onjuist om de zorg te beschouwen als een winkel waar je iets koopt en dan koop je tv A of B of C, afhankelijk van de prijs en de kwaliteit en de behoefte die je hebt. Omdat de keuze er vaak niet is. Want wie gaat een advies van de dokter naast zich neerleggen? Dus dat doe je niet zomaar. Dus dat gaat niet werken, dames en heren. Gaat een hoop bureaucratie opleveren, het tonen van de rekening. En er is nog een ander punt, het eigen risico. Inderdaad, als je een drempel opwerpt, gaan mensen afzien van zorg. Maar het probleem is dat ook mensen afzien van zorg die ze nodig hebben. Want het eigen risico differentieert niet tussen mensen die terecht een paar dagen wachten, van ik ga maar even niet naar de dokter, en anderen die uiteindelijk, waarbij de kwaal erger wordt en dan extra zorg nodig hebben met extra kosten. Maagzuurremmers zijn uit het pakket gegaan. Wat is bekend geworden? Dat door die maatregel mogelijk 360 mensen extra een maagbloeding hebben gekregen. Omdat het niet meer in het pakket zit. Dus daar zit toch... Nou, okay. En dan wordt het toch wel weer een ander verhaal, vind ik. He, van dat zijn toch de bijeffecten, naast het effect die het inderdaad heeft. Als je de drempel op verhoogt, dan gaan mensen natuurlijk minder zorg gebruiken. Dat is evident. Er is nog een vraag of een opmerking? Ik heb twee opmerkingen. De eerste is dat je best mag weten wat medicijnen en wat zorg kost. Maar dan moet het ook helder zijn wat die prijs is. Want als je kijkt naar hoe er onderhandeld wordt met verzekeraars en met apothekers, dan is het absoluut niet duidelijk wat een medicijn kost. De ene keer is het, ik ben bekend daarmee. Maar is dat relevant voor u? Gaat u dan... Nee, maar ik vind wel dat als op het moment dat daar prijsverschillen van 40% of meer in zitten, dan is dat raar. Nee, maar u wilt voor uzelf... Kort hoor, want dit gaat de beste. Nee, wilt u gewoon de beste behandeling. Wij kunnen best iets aan die prijs doen, maar dat moet via een andere route. Okay. Want dan heb je het over prijzen van medicijnen, wat dokters verdienen, hoe dat allemaal georganiseerd is. Maar daar heeft u als patiënt toch veel minder invloed op dan menigeen denkt. Het is prima, maar ik wil wel even het onderwerp weer iets verleggen zo. Dus als u misschien dat ik daar een voorzet voor doe. Ik vond het mooi om te horen van mevrouw Tellegen dat ze zich eerst goed informeerde over de kansen van behandeling voordat ze koos voor die behandeling van de dochter. En dat kom ik even terug op wat meneer Veling hoorde zeggen. Van moet die beslissing of iets wel of niet gebeurt in de spreekkamer genomen worden. En ik zag u of ik zag anderen denken van ja, als je dat aan de spreekkamer overlaat. Die patiënt die wil natuurlijk alles en die wil alle dure behandelingen. Waar blijven we dan? Maar dat uit onderzoek blijkt dat dat helemaal niet zo is. Nou, mevrouw Tellegen gaf zelf een voorbeeld dat inderdaad niet zo is. Ja, nee, nou goed, ik denk dat we dat wel kunnen generaliseren. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek. Okay. Als je de patiënt tenminste maar heel goed informeert over wat is de behandeling voorgesteld en wat de mogelijke gevolgen zijn. Als je dat goed doet, dan kiezen patiënten eigenlijk alleen maar voor gepaste behandelingen en niet voor dure verspillende behandelingen. Als je het gesprek goed voert en je... heb daar de rust voor, dan is er best mogelijkheid om... De informering van de patiënt. En dat is niet zomaar even dat de arts zegt van tjak, 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 tjak. Maar je moet dat echt heel... Ik zie vanuit mijn hoek... Naar achter, maar ik heb ook geloof ik nog hier een paar vingers die...
Mag ik even vertellen wat ik dan graag daarna wil? Want de tijd, het lijkt raar, want we hebben alle tijd, maar toch gaat hij alweer wat dringen. Ik wil nog wel even toe naar de organisatie ervan. En marktwerking en collectief en niet collectief en dat soort kwesties. Maar ik wil u niet de mond snoeren, dus gaat u gaan. Ja, dat werkt. Ik betreur een beetje dat het lijkt of we tegenwoordig in een wereld van financiën leven. Ja, een paar dagen geleden ging een debat over asielzoeker en dat ging over hoeveel kost het. Ik was verbaasd over uw introductie, hè, van wie kost ons het meest geld. Een titel als gezondheid, je eigen zorg, houdt dat veel meer dan alleen het prijskaartje. En willekeurig wat voor debatten tegenwoordig plaatsvindt, en men begint over hoeveel kost het. Ik vind eng en ik vind ook niet gezond. Ik vind het ook veel verstandiger om eerst over te hebben van wat is gezondheidszorg enzovoort. Maar iedere keer, het gaat drie kwart van de tijd, dat kost het. Ja. Je reduceert de wereld aan iets heel klein en eng en volgens mij helemaal niet goed voor de toekomst. Nou, ik denk dat wij niet slecht doen vanmiddag. We hebben toch heel gepoogd om principieel te praten ook over verantwoordelijkheden. Maar u hebt gelijk, als je te gauw versmalt tot de financiële discussie, dan is dat mooi uitgedrukt, dan is dat niet gezond, zoals u zegt. Is er nog iemand die... Ik heb voldoende afgeschrikt. Ja, kunt u kort... U houdt niet van wachten, maar wij ook niet. Dan wil ik hem graag heel graag zelf vasthouden. Want dan trek ik hem gewoon weg als het klaar is. De apothekers hebben het nu ook op het moment moeilijk. Waarom komt dat? Dat wordt hier ook weer niet gezegd. Dat is het feit dat wij als consument, ik gelukkig niet... Tegenwoordig de goedkoopst mogelijk geproduceerde medicijnen voorgeschreven krijgen. Hm? Dus dat prijskaartje, dat klopt. Ik blijf er toch bij dat u als politiek nou eens eindelijk wakker moet worden met z'n allen. En nou eens bij de ouders moet beginnen, die kinderen op aarde willen brengen. André Kuipers gaat er vanavond trouwens aandacht aan besteden. 8:30, Nederland 3. Dat terzijde. Maar het punt is dat ook... En de heren moeten hun oren nu even sluiten. Ook hun zaad is op het moment van een zeer slechte kwaliteit. En dat wordt ook door alle medici gezien. Dat heeft weer te maken met de verkeerde voeding, verkeerde gewoonten, enzovoort, enzovoort. Als je ervoor wilt zorgen dat er een geweldige generatie deze aarde nog eens gaat redden in de toekomst, dan zul je er ook aandacht aan moeten besteden. We kunnen hier nog een uur over doorpraten, ze neemt het weg. Dus we houden ermee op. Dank u wel. Nee, u maakt uw punt. En dat is misschien wel, sluit aan op wat u net zegt. Laten we het niet te versmallen. U kunt het wel heel breed maken, wat u doet. Maar in ieder geval niet op een heel klein gebiedje alleen maar over financiën en organisatie praten. Dat hebt u heel helder gemaakt. Ik wil graag nog nu even toch naar de volgende kwestie. Want, en dan gaat het wel over geld, vrees ik. Maar als je nu even terugkijkt naar het gesprek tot nu toe, we hebben heel lang gesproken over verantwoordelijkheid, gedrag en consequenties daarvan. En wat betekent dat voor je beroep op gezondheidszorg en voorzieningen en zo. Dat is een mooie discussie geweest die weliswaar niet iedereen op hetzelfde spoor bracht, maar we hebben dat goed overwogen, vind ik. Toen vervolgens hebben we gekeken, kosten van dure behandelingen, en meteen werd gezegd, ja, dan moeten we het eigenlijk niet over de kosten hebben, maar de zinvolheid van behandelingen, daar moet over gesproken worden. Ik denk dat het ook heel waardevol is. Ook daar zullen we wellicht in de afwegingen niet dezelfde conclusies trekken. Want vroeg of laat komt die kostenkwestie natuurlijk toch wel aan de orde. Maar nu wil ik nog even verder naar de organisatie van de gezondheidszorg. We hebben het mooi geregeld met een verzekering, met een basispakket, met een AWBZ. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over de curatieve zorg, maar ook over andere vormen van zorg. En iedereen lijkt het er toch over eens te zijn. We kunnen dat met elkaar niet collectief blijven doen. En dan kun je zeggen, waar hebben we het over? Als ervoor betaald wordt, dan is dat handel en economie. Dus waarom maken we ons zoveel zorgen over die groei die er is? Als die er al is, want mogelijk dat die zelfs iets wordt gematigd of zelfs niet terugloopt. Dus ik wil eigenlijk even toe naar de vraag, hoe gaan we het organiseren? Collectief, kan dat op een andere wijze? Zijn er grenzen aan de zorg? Moeten we in de participatiesamenleving mogelijk ook meer een beroep op om mensen om ons heen om de zorg te ontlasten. Dus die hele kwestie wou ik eigenlijk dan het laatste half uur eigenlijk aan de orde stellen. Ik weet zeker dat Van Gerven en Tellegen daar iets over kunnen zeggen. Zullen we daar dan mee beginnen?
Dan begin ik even weer bij... Ik wil allereerst zeggen dat de mantra dat de zorg onbetaalbaar wordt, dat dat gewoon een leugen is. Want dat is gewoon niet waar. Het is een politieke keuze waar je het geld aan uitgeeft. He, want we geven nu zeg maar 12% ongeveer van het bruto nationaal product van onze totale welvaart uit aan de zorg. Wat de VVD wil, dan komt het op 11% neer. En wat de SP wil, zou het misschien 12 of 13 zijn. Zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo is, want wij organiseren het ook anders. Dus dat is één. Het tweede punt nog, dus om het te illustreren. Collectieve verzekeringen zijn veel effectiever dan niet-collectieve verzekeringen. Dus even los van de vraag, wat moet in de verzekering? Neem de tandzorg. Tandzorg zat tot 1955 in het pakket. Zeg maar de controles, niet alle duurste kronen, maar de gemiddelde behandeling en het boren zat in het pakket. En dat kostte 450 miljoen gulden in die tijd. Toen is dat uit het pakket gegaan. En toen heeft men berekend wat dat kost, omdat iedereen dat individueel bijverzekerde, in een aanvullende verzekering. En toen kwam men uit op 700 miljoen gulden. Dus veel duurder. En je kunt je daar ook iets bij voorstellen als iedereen het zelf moet regelen, hè, in een aanvullend pakket, of je regelt het in één keer in één klap collectief. Dus dat wil ik u meegeven, dat even los van waar je de grens legt, dat een collectieve verzekering veel effectiever is. En dat je, en zeker als het dan gaat om wat ik vind zorg waar je eigenlijk geen keuze in hebt, die je nodig hebt, laten we het dan gewoon collectief doen. Okay. Dus dat is mijn stelling. Oké, dat zijn eigenlijk twee dingen. U zegt het is een leugen als gezegd wordt het is onbetaalbaar aan het worden. Ja. Dat zegt, en het tweede is eigenlijk dat je collectief misschien zelfs goedkoper uit bent. Dat het effectiever Zeker. Is. Zeker. Dat zijn twee dingen, denk ik. Ja. En ik zeg er even bij, we hebben mevrouw Tellegen uitgenodigd. Dit is niet haar specialisme, denk ik, die techniek nee, van de... Nee, maar... Nou, ik zeg het even, u bent er voldoende van, maar... Ik meld er even dat we u hebben uitgenodigd, vooral ook in verband met de eerste kwesties die we nu aan de orde waren. Wat is uw reactie? Nou ja, op dit punt zijn de heer Van Gerven en ik het denk ik echt fundamenteel oneens. En ik spijt me naar die mevrouw die daar net terecht op merkte dat we, als we het over gezondheidszorg hebben, ook over andere zaken kunnen hebben dan die financiën. Maar ik vrees toch dat een groot deel van de discussie die op dit moment in de maatschappij gaande is, direct of indirect te maken heeft met die kosten. Dus ik ben het niet eens met de heer Van Gerven die zegt het is een leugen die toename van die kosten. Elke grafiek laat zien dat als we niet ingrijpen, dat we in 2020 allemaal de helft van ons inkomen kunnen betalen aan premie per maand. Gechargeerd, maar onze stelling is dat we daar wel, wel degelijk iets aan moeten doen aan die ruim 70 miljard die wij per jaar uitgeven aan die zorg. En dat daarbij dus de vraag legitiem is wat wij als samenleving in die zorg met z'n allen voor elkaar ophoesten en welk deel we van die kosten weer voor onze eigen rekening kunnen nemen. Ik denk dat gezien het vraagstuk rondom de kosten een legitieme vraag is. Die discussie vindt nu plaats. Daar tracht dit kabinet een antwoord op te vinden. Daar liggen nu een aantal beleidsplannen voor om een aantal vormen van de zorg weer terug bij de mensen thuis te leggen en die dus uit het collectieve geheel te halen. Het zal u niet verbazen dat de VVD daar voorstander van is. Domweg omdat wij vinden dat het geld dat wij als samenleving opbrengen voor die zorg daar terecht moet komen waar het hardste nodig is. En met name in de langdurige zorg zijn een heleboel zaken in de loop der jaren toegevoegd aan die langdurige zorg, waardoor dus de mensen in langdurige zorg die het hardst nodig hebben, ondergesneeuwd raken. Dus we stoten een aantal taken af waarvan wij zeggen dat kunnen mensen onderling voor een groot deel, al dan niet geholpen, voor hun eigen rekening nemen. Mag ik nog even, meneer Van Gerven, u hebt allemaal dat grafiekje gezien, hè? Als ik dat even zo zie, dan is vanaf 2000 tot 2012 zijn toch de zorguitgaven verdubbeld, zo ongeveer. Ja. Je kunt dan toch niet zeggen, dat gaat wel goed. Ach. Nee, maar waar het om gaat is, en die ene mevrouw zei dat fantastisch.
waarom zien wij nou de zorg als een kostenpost? Waarom gaat het steeds over geld? Zorg is beschaving. Dus wij moeten gewoon investeren in de zorg. En nogmaals, als de economie groeit. En meneer Veling doet het eigenlijk ook weer. Die zegt, kijk eens meneer Van Gerven. We nemen die tabel over de zorguitgaven en dan gaat die omhoog. Dat is waar, want er kan meer en we worden ouder, dus die kosten stijgen. Is ook in alle welvarende landen hetzelfde. Hè? Dan zien we allemaal diezelfde grafiek. Maar stel, vervang nou die zorg door economie. En zou de economie elk jaar met 2, 3, 4% stijgen, dan gaan de duimen omhoog. Ja, het is toch terecht? Nee, dat is terecht. Maar waarom is het zo erg als die zorgkosten stijgen? Dat is helemaal niet erg, want zorg zelf helpt mensen, maar het is ook economie. Want 1 miljoen mensen werken in de zorg, die verdienen daar hun boterham mee. Maar uiteindelijk die kunnen mogen hun kinderen opvoeden, die kunnen, snap je? Dus ik vind dat dat, er is iets anders en daarom is de VVD daar niet mee eens. Want die komt op voor de rijkste kwart. Oh nee. Ja, want die heeft er baat bij. Het wordt niks met het kabinet, dat zeg ik wel. Kijk, terwijl juist de armste driekwart die is gebaat bij een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, een progressief belastingstelsel, zo u wilt, om het allemaal betaalbaar te houden. Want daar wil ik wel een aantal in gelijk geven die zeggen de zorg wordt onbetaalbaar voor de lagere inkomens. Okay. Want die kunnen die premies, omdat die niet inkomensafhankelijk genoeg zijn, niet meer opbrengen of steeds moeilijker. Okay. Ja, in principe zou het misschien wel prima zijn als de zorgkosten zouden blijven stijgen. Maar ik vind dan wel dat de kosten daarvan ten bate moeten komen aan de werknemers uit de zorg en de patiënten. En niet aan het management en het topniveau in de zorg. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, het is me uit het hart gegrepen. Dat dacht ik ook. Ja, dus dat is eigenlijk een schot voor open doel. Nog even over de concurrentie en de marktwerking en de vermarkting in de zorg. Kijk, die maakt de zorg wel onnodig duur. Het betalen per verrichting, specialisten die vrij gevestigd zijn, die meer omzet maken. Kijk, dat stelsel is door onder andere de VVD in 2006 ingevoerd. We hebben de afgelopen jaren gezien dat daardoor heel veel verspilling is opgetreden. En daar moeten we wel wat aan doen. Dus die marktwerking die werkt verspilling in de hand. Daar moet u even op reageren. Vertellen. Ja, nou, ik wil u alleen maar op wijzen. En ik wil ook niet hier nu een kamerdebat voeren met de heer Van Gerven. Maar ik bijt echt op mijn lip om hier niet op elk punt een tegenargument te brengen. Ik wil u alleen maar wijzen op het feit dat vandaag bekend werd dat de zorgpremie voor volgend jaar drastisch naar beneden gaat. Daaruit trek ik de conclusie dat de wijze waarop dat stelsel nu is ingericht wel degelijk leidt tot een verlaging van de kosten, ook voor de patiënt. En ik vind de tweesplitsing die de heer Van Gerven elke keer wil maken in deze maatschappij fundamenteel onjuist. We hebben juist in deze maatschappij een basisvoorziening die voor iedereen gelijk is, waar een grote mate van solidariteit is. En die moeten we koesteren. En juist om die solidariteit overeind te houden, moeten we helaas, dat zeg ik weer tegen deze mevrouw, maar ook tegen de heer Van Gerven, wel moeten blijven kijken naar de beheersbaarheid van die kosten. En doen we niks, dan explodeert het geheel. Alleen al vanwege het feit dat de samenleving in grote mate vergrijst, dus die kosten die worden alleen maar hoger. En zit hier niet de discussie achter van de gedachte van een maakbare samenleving? Ook. Dat is, u hebt het over inkomensverschillen, over sociaal-economische positie in relatie ook tot zorg. Zowel in ziektepatronen als ook in de mogelijkheden om behandelingen te betalen. Ik begrijp die gedachte heel goed. Maar leidt dat dan eigenlijk niet tot een idee dat je moet pogen om de samenleving nog meer te collectief toch te maken zoals je hem eigenlijk zou willen hebben? Dus verschillen kleiner maken, verantwoordelijkheden van mensen af te nemen, omdat ze het ook niet kunnen helpen, omdat ze uit een milieu komen waar. Is dat niet een gedachtegang die toch ook op de grenzen staat? Dan heb je het niet alleen over het geld, maar ook over wat willen we met elkaar nu aan samenleving inrichten? Dat lijkt mij de basisvraag die hier achter zit. En dan wil ik wel even pleiten voor toch het in acht nemen van grenzen daarbij. Want kijk, als je zegt geld moet rollen. En hoe het rolt, dat maakt niet uit. Dus ga maar belasting heffen, want we geven het toch alweer uit. En dan komt het economie ten goede. En dan is alles economie.
En dan hebben we nooit een probleem als kosten groter worden en we dus de belastingen gaan verhogen of andere collectieve verplichtingen. Ja. Maar dat, die redenering deugt toch niet? Want dan krijg je toch met elkaar een samenleving waar je compleet in vast zit en waar bedrijvigheid en ondernemingslust enzovoort volstrekt wordt gesmoord. Nou, ik... Dat is rechtse praat, maar... Ja, dit was goede rechtse praat. Maar er valt ontzettend veel te besparen in de zorg. Laat artsen in loondienst werken. Doe iets aan de inkomens die veel te hoog zijn. Hè? Specialisten die met 3-4 ton naar huis gaan. Dus maak daar een normaal salaris van. Stop met het betalen per verrichting. Stop met die concurrentie en ga samenwerken. Volgens het Centraal Planbureau, die al die verkiezingsprogramma's heeft doorgerekend. Hè, de SP zegt van nou stop met die concurrentie en marktwerking. Dan kon je een besparing realiseren bijvoorbeeld van 2 miljard. Nou, dan zeggen wij nou doe dat. En investeer dat vervolgens weer in daadwerkelijke zorg. En nogmaals, we kunnen zeggen, we doen het niet meer collectief. Maar dat betekent dan dat mensen het zelf moeten betalen. Die kosten zijn niet weg. Of dat mensen de zorg niet krijgen. Dat kan ook. Maar dan, Maar dat zeg ik ook niet, hè? We doen een heel groot deel collectief. We doen die basisverzekering, die is niet gering. Dat is wat wij vinden naar onze maatstaven in een land als Nederland, welvarend land als Nederland, wat wij vinden wat we voor elkaar over hebben. En dat is juist die basis van het systeem waar we ook niet aan willen tornen. Nee, maar u breekt dat af. U tast de solidariteit aan. En als je als overheid de solidariteit aantast, dan kun je toch niet verwachten van de samenleving dat die zegt, dan gaan wij de solidariteit organiseren. De overheid moet het voorbeeld geven. Ik zie oprecht niet hoe wij die solidariteit aantasten, integendeel. Nou, u verkleint het pakket, dat is de afgelopen jaren gebeurd. U verschuift, zeg maar, die nominale premie. Het zijn geen inkomensafhankelijke premies. Dus de kosten, we zullen het niet over andere takken van sport hebben dan de zorg, waar juist er denivelerend wordt gewerkt. Dus dan tast u dat solidariteitsdenken aan. En als mensen me vaak genoeg horen van u bent te duur. De zorg is te duur. U moet het zelf gaan betalen. U moet het zelf gaan oplossen. Ja, dan gaat dat natuurlijk wel iets doen met mensen. Dat tast het gevoel van solidariteit zoals we dat in de jaren 60, 70 kenden. Want toen was iedereen sociaal-democratisch of socialist. Hè, van VVD tot... Ja, de SP was er toen nog niet, maar tot Partij van de Arbeid was allemaal het idee. Wat zegt u ook? Toen was iedereen... Iedereen was sociaal-democratisch. Ook iedereen de VVD? Was voor, ook de VVD, voor het opbouwen, voor in het pakket. Er waren nog ideeën, Mertens, in 1974, structuurnoten van Hendricks, was één volksverzekering tegen ziektekosten, naar Engels voorbeeld. Dat was toen mainstream. Okay. En nu zitten we in een ander tijdsgewricht, maar dat wil niet zeggen dat eerste, dat maakbare, hè, zoals de heer Veling dat net zei, dat naar ons idee niet kan. Het is gewoon mensenwerk. Maar mag ik dat dan in perspectief plaatsen? Want waarom we er toen allemaal voor waren, was omdat we net de Tweede Wereldoorlog achter de rug hadden en dat we hadden gezien wat er gebeurt als we niet solidair met elkaar zijn. Ja, absoluut. Maar langzamerhand denk ik dat het kantelt naar... we zijn nu zo solidair met elkaar dat je bijna niet meer solidair met elkaar kan zijn. En dan ga ik even een flauwe worp erin doen. Solidair zijn wordt heel vaak gevraagd van 50-plussers, vooral aan 50-minners. Die mogen vooral de kosten ophoesten. Want ik hoor dan VVD links-rechts, maar ik zie heel erg een generatievraagstuk hierin. Hoe solidair is het om op een gegeven moment te vragen van een steeds krimpende jongere... om in te leveren, bij te betalen aan een steeds groter wordende groep. Vrij vermogende ouderen. Die proberen hun huis te verkopen op het moment dat ze zien dat ze zelf moeten gaan bijdragen als ze in een verzorgingstehuis gaan. Dan denk ik, ja hallo, maar daarbij eindigt mijn solidariteit. Dan denk ik, ja dat is leuk, ik mag voor jouw verzorgingstehuis betalen, want je wil het wel aan jezelf en aan je kinderen uitgeven. Waar is die solidariteit dan? En dan merk ik dat ik mijn behoefte of mijn gevoel dat er een solidariteit is, neemt behoorlijk af de afgelopen jaren. Oké, dit is de generatie. Generatievraagstuk, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik me diep schaam voor deze stellingname en voor het opkloppen van de tegenstelling tussen generaties, want die is eigenlijk echt uniek.
Vroeger was het de gewoonte, heel vroeger, dan wilden mensen veel mogelijk kinderen om de oude dag verzekerd te hebben. Want er was geen collectief stelsel, dus had je veel kinderen, dan werd je in ieder geval geholpen. En een Eskimo-oplossing, dat vonden we toch ook niet zo geweldig. Om zo'n slee te laten, aan het einde te laten komen. En nu is er dus een beweging onder jongeren die zegt van luister, die ouderen die houden al het geld voor zich. En ze hebben niks voor ons over en straks blijft er niks voor ons over. Maar wat doen die ouderen met, stel dat ze het geld vast zouden houden, die geven dat toch weer aan hun kinderen uiteindelijk. Ik bedoel, die geven dat toch door. Dus ik zie dat niet. En ik vind het ook heel erg, wie dat nou heeft bedacht om die tegenstelling op te roepen. Roos, met alle respect, ik denk toch dat we het een beetje bij de gezondheidszorg moeten houden. Het thema is natuurlijk veel breder ook. Dat heeft met pensioenen en weet ik wel allemaal te maken. Wel wat de gezondheid betreft. Dit gaat over de gezondheidszorg. Ja. Op het moment dat mensen dus worden gevraagd om een bijdrage te leveren naar vermogen. Ja. Zijn mensen dus bereid om hun huis, om regelingen te treffen nu om snel het geld naar hun kinderen door te sluizen, niet in de gezondheidszorg te steken. In de solidariteit van de gezondheidszorg. En dan denk ik gezondheid, je eigen zorg. Ja, zij zeggen, jullie zorg. Okay. Niet mijn zorg. Okay. Daar is iemand die het mee eens is. Maar dat had ik niet verwacht in deze zaal. Was daar iemand die nog iets zeggen wil? U zei net van dat u naar iets anders wilt overgaan. Ik wil alleen zeggen, is het niet een soort investering? Als ouders investeer je in kinderen. En kinderen die investeren misschien een beetje later in hun ouders in de gezondheidszorg. Maar goed, ik begreep dat de discussie niet meer zou zijn. Okay. Nou ja, in principe is dat toch via, eigenlijk is het probleem heel gewoon op te lossen door goede wijze van belastingheffing. Want stel dat, want er zijn inderdaad ouderen die zeggen van luister, ik dreig in het verpleeghuis te komen, ik sluis mijn vermogen door. Maar als je dus een goede vermogensbelasting of progressieve inkomstenbelasting hebt, dan komt dat toch alweer naar het collectief toe. Dus het is wel te ondervangen via een omweg. Ja? Meneer Vergerven die bezorgt mij. Meneer Vergerven bezorgt mij, en dat is natuurlijk productief en wat ongemakkelijk gevoel. Ik kom uit de jaren 60 en herken dat dus heel erg, die verzorgingsmaatschappij. Maar hij noemde net een heel kort zinnetje. Kenmerk van beschaving is zorg. En toen dacht ik, ja, dat ben ik helemaal met hem eens. Maar die zorg is als zodanig niet aan overheid of overheidsingrijpen gebonden. Dat begint tussen u en mij. Dat begint van ouders met kinderen. Dat begint van kinderen naar ouders. Zorg is zo'n dragend principe van een samenleving. Daar moet het beginnen. Maar ik, als we daar dus maar voortdurend van aflopen, van ja, nee, ik bedoel, welke, slaan we dan toch ergens niet wat over? Nou, dat is een beetje, ik een punt, dat wilde ik ook even inbrengen. Solidariteit is een woord dat heel makkelijk wordt vertaald als een ander zorgt er wel voor. Iets in het collectieve regelen is een hele abstracte vorm van solidariteit. En je kunt zeggen, en dat is natuurlijk ook een kant van onze verzorgingsstaat, dat we op de formulieren en in de tabellen zien waar we recht op hebben. Maar dat heeft heel weinig te maken met solidariteit in die directe zin dat je oog hebt voor elkaar en elkaars lasten draagt, zeg maar. Maar het ellendige is dat die discussie over die participatiesamenleving, die wordt gevoerd op het moment dat er een financiële noodzaak is. En dat maakt het buitengewoon ongelukkig. Ja. Want dan gaat iemand aan de keukentafel met een oude mevrouw praten over het kantelen van het beeld en over de mogelijkheden. En dan moet ze de buurvrouw vragen om haar steunkousen aan te trekken, bijvoorbeeld. En dat is dan de plek en de tijd nou net niet om over die op zichzelf volgens mij hele zinvolle discussie over solidariteit te praten. Dat maakt het buitengewoon ongemakkelijk. En toch zou ik willen zeggen, is het noodzakelijk om solidariteit altijd meteen met verstaatelijking te verbinden? En dat is toch wat de SP geneigd is te doen, vind ik. En ja, strijdt dat dan toch niet met de gedachte dat je een vrije samenleving wil, waarin keuzes mogelijk zijn en persoonlijke betrokkenheid van mensen op elkaar aangemoedigd wordt?
Ja, en dat je gezondheid, ik kijk nog even naar de titel van dit debat vanmiddag, voor een deel ook je eigen verantwoordelijkheid en je eigen zorg is, die inderdaad in de kern thuis begint in de zorglijn tussen ouders en een kind. Dus ik ben het daar mee eens. Ik heb hier... Ja, het gaat even over de solidariteit. Maar er zijn heel veel ouderen die helemaal geen solidariteit ondervinden. Er zijn zoveel mensen met een voltooid leven. En dat mag niet. Niemand komt daarvoor op. U bedoelt... Nou, daar hoort ook solidariteit voor. En ik vind dat jullie daar maar eens wat aan moeten doen. Dat die wet veranderd wordt. Dat en wat als... bedoelt u nu precies? Dat er... Ik kan er wel iets over zeggen, maar het heeft niet... Makkelijker, u gaat het een voltooid leven, zegt u? Dat er gemakkelijker euthanasie gedaan wordt. Om mij heen hoor ik van zoveel mensen die zeggen, voor mij hoeft het niet meer. Het is wel heel fijn dat we allemaal de artsen van alles en nog wat kunnen. Maar er is nooit gevraagd aan de mensen of ze het willen. En er wordt iets gedaan alsof de ouderen alles willen, maar dat is helemaal niet zo. Mevrouw, ik wil daar kort op reageren. Ik heb met de heer Van Gerven, denk ik, een maand geleden al in een debat gezeten, ook hier niet zo ver vandaan, over de discussie voltooid leven en hulp bij zelfdoding. Hè? Want daar gaat het over. Vorige week bij de begrotingsbehandeling van de volksgezondheid is dit onderwerp ook aan de orde geweest. Juist omdat, er is nu een zaak, die zaak over de heer Heringa, die zijn stiefmoeder geholpen heeft bij zelfdoding, een zaak gaande. Maar die zaak Heringa staat eigenlijk representatief voor wat u ook schetst. Hè? Er zijn een hoop ouderen die op een dag wakker worden en zeggen, ik wil er een strik omheen, van mij mag het licht uit. Maar ik val niet onder die euthanasiewet, want ik ben 88 en kerngezond. Dus er is geen arts die mij daarbij wil helpen. Dat vraagstuk dat is heel erg aan de orde geweest vorige week. En de VVD heeft ervoor gezorgd dat er een commissie komt die de mogelijkheden voor deze groep, namelijk de kerngezonde stokouden, die een stervenswens hebben en op een menswaardige manier een einde aan hun leven willen maken, gaat onderzoeken. En we wachten naar de uitkomsten van het onderzoek af, omdat dit een vraagstuk is, dat is absoluut een feit. Ja. Heeft de SP dat gesteund, dat idee? Dat hebben wij niet gesteund. Want ik denk dat... maar goed, we moeten niet het debat niet over euthanasie... Nee. En, u hebt gelijk, dat is een te groot onderwerp. Te groot om heel breed te bespreken. Onderwerp. Maar ik kan u wel vertellen, we gaan even los van de commissie van Wijzen... die dat nog eens gaat onderzoeken. We gaan wel nog een groot debat ook voeren over euthanasie aan het einde van dit jaar in de Kamer. Want er is die hele wet is vorig jaar geëvalueerd en er liggen meters, rapporten en ontzettend veel ervaringen. En we hebben natuurlijk het geval met de arts uit Tuitje Horn ook recent weer gehad. Dus het leeft wel heel erg. En we gaan er nog eens heel goed voor zitten, alle partijen, om daar toch tot een goede oordeelsvorming te komen. Ik vraag er even naar of de SP dat gesteund heeft, want ik wist het wel dat dat niet het geval was. Maar dat heeft natuurlijk er ook mee te maken, en dat snap ik ook wel iets van, dat als je het daarover gaat hebben en je leeft in een samenleving waar zorg en druk lastiger wordt, en je merkt ook soms dat mensen wat bezorgd zijn over de toekomst, van krijg ik... Ik ben alleen en de zorg wordt minder enzovoort. Je wilt niet graag dat die oneigenlijke dingen een rol gaan spelen in... wanneer is mijn leven voltooid? Als ik min of meer gedwongen word of ik voel me overbodig... Nee, maar ik begrijp het punt dat je daar natuurlijk wel heel bezorgd over zult moeten zijn... als je denkt dat dat ook een rol gaat spelen. Ja, dat is precies de discussie. Ja, want dat is niet de... Dat is in ieder geval een praktisch probleem, wat zeer terecht wordt opgemerkt. Er zijn natuurlijk toch veel ouderen die zich heel erg eenzaam voelen en geen sociaal netwerk meer hebben, terwijl ze toch redelijk gezond zijn, maar gewoon wel gewoon geen fijn leven hebben door het gebrek aan een netwerk en dat soort zaken. Nou, ik begrijp dat nog erger is bij mannen van rond de 40. Er was laatst een onderzoek van mensen die, van mensen die dood in hun huis werden gevonden. En dat schijnt vaker voor te komen bij mannen van rond de 40
dan bij ouderen, want we houden onze ouderen toch nog steeds best wel goed in de gaten, schijnt. En dat houden we zo, Roos, hè? Ja. Ja. Nou goed. Ja. Misschien dat ik nog even, want dat triggerde mij heel erg. Kijk, als je hebt een overheid die heel veel organiseert en regelt, gaat het dan ten koste van eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap? Daar wordt een tegenstelling gelegd en ik zeg dat dat niet zo is. Maak het klein als jij je ouders hebt die jou heel liefdevol verzorgd hebben en van alles hebben geregeld voor je, dan kan je, en je hebt een hele prettige jeugd gehad en je kan ze allemaal kunnen benutten. Nou, dat is vanuit een hele beschermde, zorgzame omgeving gebeurd. Nou, die mensen worden straks prachtige, zelfstandige individuen die van alles kunnen. Dus ik zie die tegenstelling, of die mogelijkheid hebben ze dan. Dus ik zie die tegenstelling niet zo. Dus als de overheid van alles goed organiseert, goed onderwijs, goede veiligheid, goede zorg, dat het dan per se ten koste zou gaan van het vrije ondernemerschap of zelf ook dingen organiseren en regelen. Ja. Ik zie dat anders, natuurlijk, logisch. Ik denk op het moment dat een overheid zich met alles gaat bemoeien en alles inricht voor het individu gewoon van nature geneigd is dan zelf minder voor eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus dan ontstaat er een systeem waarin de rechten de overhand krijgen en mensen zich niet meer bewust zijn van wat die overheid eigenlijk allemaal al voor ze regelt. Dus dat is niet mijn weg voorwaarts. Ik begrijp het. Het slaat nergens op, maar er is een leuke anekdote over mijn verre voorouders. Die verkochten de ouders verkochten een boerderij aan hun kinderen. En dat koopcontract is bewaard, dat is uit de 17e eeuw. En daar staat in dat die ouders die hebben het recht, mocht de ouders en de kinderen niet met elkaar door één deur kunnen, malkanderen niet konden, weet ik veel wat er precies stond, dan kregen ze het recht om een eigen huisje te bouwen op het terrein van de boerderij. Dus dat was ik vond dat een hele wijze gedachte. En ik kom daarop omdat dat betekende dus niet dat er geen betrokkenheid was en dat er geen zorg was, maar dat je wel ook moet beseffen dat dat niet altijd helemaal vanzelf spreekt. En dat je afhankelijk van de omstandigheden soms iets moet organiseren wat niet onderling zomaar even kan worden opgelost. Nogmaals, het is ik vertel het alleen maar leuk verhaaltjes, maar ik associeer het. Ik wou nog even praten, even de laatste 5 minuten, want we moeten toch een beetje naar afronding. En dat is wat we nu krijgen in die decentralisatie van die zorg. We hebben eerder op de 50-plus-beurs gesproken over gezondheidszorg. En dat waren 50-plussers, die zijn er hier ook een paar trouwens. Enkel. Nee, maar daar was wel de vraag die we aan de mensen daar stelden. Maakt u zich wel eens zorgen over hoe dat allemaal straks moet? Als die zorgkosten straks niet meer worden vergoed, die huishoudelijke hulp of andere vormen van ondersteuning er straks niet meer zullen zijn. En daar was toch de reactie van veel mensen wel, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar ik maak me daar toch wel een beetje zorgen over. En wat is eigenlijk jullie idee daarover? Is daar reden voor die zorg of moeten mensen daar toch niet zo bang voor zijn? Open deur voor de SP om daar kritisch over te zijn. Nee, maar vertel. Het zijn immers de maatregelen die dit kabinet voorstelt, precies om de reden die ik al eerder noemde. We gaan een aantal zaken die oorspronkelijk bedoeld waren voor de langdurige zorg, zijn door de jaren heen voor een heleboel mensen gaan gelden. En wat we eigenlijk doen met deze hele omvorming is dat we zeggen, we gaan die langdurige zorg weer zo inrichten dat die zorg vooral en met name terecht komt bij die mensen die het echt nodig hebben. En we gaan een aantal zorgtaken waarvan we zeggen, die zouden even zo goed kunnen worden opgebracht door mensen onderling, gaan we terugbrengen bij die mensen. Daar hoort dus ook nog een decentralisatieslag bij. Ik hou nooit zo van dat jargon, maar we gaan die zorgverantwoordelijkheid ook weer bij de gemeente leggen. En daar, met name daar is een hoop onrust over hoe dat uit gaat pakken. En eerlijk gezegd is het te vroeg om te zeggen of dat slecht gaat uitpakken. Want we zitten midden in die exercitie. Ja. En ik heb natuurlijk goed vertrouwen dat goed gaat werken. Ja, en de redenering, en die snijdt volgens mij ook wel hout, is dat je, als je het lokaal gaat organiseren, het toch makkelijker is om
wat op maat dingen te gaan doen. We hebben toch wel met elkaar een systeem opgeleverd wat volgens tabellen en indicatoren dingen wel of niet beschikbaar zijn. En dan ga je ze natuurlijk gebruiken als je er voor een aanmerking komt. Er is wat dat betreft, denk ik dan toch ook in die decentralisatie wel een hoop te winnen. Zou het niet? Nou, ik denk dat het... het wordt volgens mij een grote puinhoop. Laat ik er maar niet omheen draaien. 400 gemeentes of 408, die moeten dat gaan organiseren. Die gaan allemaal het wiel uitvinden. Delen van de zorg die dan naar de gemeente gaan. Dat is één. En ten tweede, het recht op zorg verdwijnt. En dat is een fundamenteel grondrecht wat weggaat. De gemeente ja, maar moet... wie maakt uit wat dan die zorg is, waar je recht op hebt? We hebben nu we hebben het gehad over het basispakket. Maar een scootmobiel... Ja, die verdwijnt niet. Nee, maar luister eens, een scootmobiel... De tegemoetkoming aan eten en drinken als je in een zorginstelling bent... waar je de zorg natuurlijk moet vergoed krijgen, waar je natuurlijk wel voor je nee, even onderscheid maken. Ja. Even onderscheid maken tussen intramuraal, dus instellingenzorg. Die blijft in essentie, zeg maar, in de wet. In de algemene wet bijzondere ziektekosten of een nieuwe naam. En daar heb je recht op. Onder bepaalde omstandigheden heb je een indicatie. Ja. Dan kun je daar naartoe. Nou, in de gemeente gaat dat veranderen. Want daar verdwijnt dat recht. En er komt eigenlijk een soort compensatiebeginsel voor terug. De gemeente moet iets doen, maar hoe ze dat doet, dat is aan de gemeente. Want er zit een enorme bezuinigingstaakstelling op. Dus dat gaat toch heel verkeerd uitpakken. En nog iets uit mijn persoonlijke ervaring als arts. Dokter, u bent er toch wel, hè, als ik hulp nodig heb. En dat kon heel breed zijn, dat ging dan vaak over terminale zorg. En kan ik op u rekenen? En dan zei ik, ja zeker, u kunt op mij rekenen. En als er vertrouwen was, wat deden dan de mensen? Dan belden ze bijna nooit. Want het ging dan bijvoorbeeld de avond, nacht en weekenddiensten. Maar het idee van de hulp is er als ik het nodig heb, dat bracht rust in het systeem. En dat leidde niet tot ongewenst claimgedrag. Maar wat ga je nu krijgen? Als het recht op zorg minder gegarandeerd is, dan gaan mensen juist claimen. Omdat ze bang zijn dat ze het niet meer krijgen. En dat effect... Dat zie je, dat is al gaande. En die claimcultuur heeft dus ook te maken, naar mijn idee, met juist het gevoel van onzekerheid. Helder. Wat gecreëerd is. Ik wil graag mevrouw Tellegen het laatste woord geven. Of wou jij nog iets? Ja, ik wou heel graag nog iets. Want ik zie ook een alternatief daarvoor. Ik zie ondertussen, ik weet niet of u ervan heeft gehoord, maar broodfondsen ontstaan. Maar ook wijkallianties, geloof ik, heet dat. Of, ik kreeg laatst een mooie mail van de buurtagent. Die opriep om naar een avond te komen waarin jongen en oud opgeroepen werd om samen te gaan kijken hoe we weer voor elkaar kunnen gaan zorgen. En een tijdje geleden, toen we nog geld genoeg hadden, had ik zoiets in de prullenbak gegooid. En dit keer ben ik gegaan omdat ik dacht, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi initiatief waar ik aan bij wil dragen. Of ik de boodschappen weer voor mijn buurvrouw kan doen. Een tijdje geleden was dat een belediging voor mijn buurvrouw. Nu langzamerhand mag ik weer hulp aanbieden, omdat ik niet... daarvoor stond het voor zelfstandigheid. Ja, meisje, ik kan er prima voor mezelf zorgen. Dus ik denk ook dat daartussen allerlei vormen aan het ontstaan zijn die ik toch wel heel erg mooi vind. En die ik toch even genoemd wilde hebben. Nou, mooi. Mevrouw Teller, ik wil u het laatste woord... Mijn dank. Deze laatste bijdrage is mij natuurlijk uit het hart gegrepen. Want dat is precies wat we doen. We gaan ervan uit dat er een hoop mensen zijn die bereid zijn om voor de mensen om hen heen die vormen van zorg te leveren die ze ook kunnen leveren. Waarmee we dus niet wegkijken van de zorg die hoe dan ook geregeld moet worden, die niet door anderen kan worden geleverd. Dat is precies het proces waar we doorheen gaan. En dat niet zonder slag of stoot zal gaan, dat hoort u mij zeker niet zeggen. Er zullen ongetwijfeld nog veel discussies gaan over dit onderwerp. Maar het in de kern, een overheid die zich op zijn kerntaak richt, namelijk de zorg bij die mensen brengen die het echt nodig hebben. En de zorg die ook door mensen in hun eigen omgeving kan worden opgevangen. Om dat systeem weer meer op die richting te krijgen. Ja, daar zijn wij voorstander van. Prima. Nou, ik
ik vond het een buitengewoon levendige bespreking. Dank ook u dat u daaraan hebt meegedaan. En ik hoop dat u net als ik vond dat het een leerzame middag was. We zijn al een beetje schoolmeesters, dat wil ProDemos toch altijd zijn. En ik dank mevrouw Tellige en de heer Van Gerven heel hartelijk voor hun bijdrage daaraan. En ProDemos heeft een standaard cadeautje voor degene die hier meedraagt. Dat is een spel dat heet Zeteldans. En dat is een spel waarin je de meerderheid in de Tweede Kamer moet zien te halen. Met dobbelstenen, maar ook allerlei fouten te vermijden. Nou, als nou beiden dit gaan spelen en ze oefenen heel erg in de koude winteravonden die komen. Dan gaan ze heel veel zetels halen de volgende keer. En wie weet of er dan toch nog ooit eens een coalitie VVD... Nou, ik denk het eigenlijk niet. Maar niet te willen. Als ik nog even mag. Nou, eigenlijk niet. Nee, nou, kijk, mevrouw Tellige die kleurt een beetje. En ik kleur ook. En dat is toch vrij rood samen. Maar ik weet niet hoe dat. Oké, nou, dit is een hele creatieve uitleg van de partij. Heer Van Gerven. Hartelijk bedankt. En zoals gezegd, we gaan in het nieuwe jaar gaan we verder. Maar in een andere vorm, houd die het even in de gaten. En ProDemos.nl, daar kun je in ieder geval die agenda goed volgen. Ik hoop u allemaal weer te zien en ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage vanmiddag.